Maar dames en heren, het is 4 uur geweest. Ik open hier bij de vergadering. Ik heet iedereen van harte welkom, leden van de raad, mensen op de tribune, al diegenen die thuis meekijken. Vandaag een stevige agenda. We gaan door tot, niet in een klein uurtje hoop ik, maar wel een stukje van de avond. Onderbroken door een gezamenlijke maaltijd rond 1 uur of 6. En nou, kijken hoe laat we het maken. Wat korter zou, hoor ik van sommigen van u, wel de moeite waard zijn. Er zijn andere dingen die zich plaatsvinden vanavond rond 1 uur of 9. Dus wie weet kunnen dat mee laten wegen. Het is aan u. Ik heb bericht van verhindering van de heer Wiet en de heer Kloekhorst. En de heer Rodemond, die schuift later aan, die komt na de maaltijd. En mevrouw Van der Veen is wat later. Dat geldt voor een aantal anderen, maar die schuiven zo langzamerhand schuiven die binnen. Maar de heer Rodemond die is niet in staat om de algemene beschouwingen te doen op die manier. Dus daarom noemde ik dat wat explicieter. Voor de actuele vragenronde hebben zich geen vragenstellers aangemeld. De vaststelling van de agenda. Er zijn 2 moties ingediend die vreemd aan de orde zijn van de agenda. Dat is 1 over Eilands model en 1 over Natura 2000. En ik stel voor om die na punt 11 te behandelen, dus voorafgaand aan de hamerstukken. Ik kijk even of dat wat u betreft akkoord is. Ik zie allemaal knikken. Dan komen we bij het spreekrecht. En de heer Hartholt die wil graag nog na zijn bijdrage vorige keer in de O-ronde, opinie in de ronde, nog een paar woorden tot ons richten. En dat gaat over de begroting 2020. En nu het woord. Er naartoe werken zodat de gemeente Hardenberg ook op de arbeidsmarkt de meest toegankelijke gemeente is. Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. Naar aanleiding van de agendapunten begroting 2020 en de pakje kansfonds het volgende. Afgelopen vrijdag 1 november vroeg ik in de uitzending van Vechtal Politiek aan wethouder Breukelman of de gemeente Hardenberg ook op de arbeidsmarkt de meest toegankelijke gemeente is. Zijn antwoord was nou niet bepaald ambitieus. En dat voor een ambitieuze wethouder die ooit in een andere functie pleitte voor een pilot met het basisinkomen. Navraag in het gemeentehuis leerde mij maandag en dinsdag dat de inspanningen die er geleverd worden om in de gemeente Hardenberg tot een toegankelijke arbeidsmarkt te komen, er wel degelijk zijn. Zie bijvoorbeeld het aantal van 368 SW'ers en de inspanningen om de circa 950 bijstandsgerechtigden op een nette manier uit de bijstand te krijgen. Alleen was blijkbaar wethouder Breukelman daar niet helemaal van op de hoogte. Om voor elkaar te krijgen dat de gemeente Hardenberg ook op de arbeidsmarkt de meest toegankelijke gemeente is, is mijn advies aan de gemeente Hardenberg om op een rij te zetten wat de belemmeringen zijn die maken dat het aan werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt soms niet makkelijk is. En daar lering uit te trekken. Mocht er ooit weer een verkiezing komen van de meest toegankelijke gemeente, dan hoop ik dat de gemeente Hardenberg niet alleen kan komen met voorbeelden van minder drempels, maar ook met voorbeelden van de inzet op een toegankelijke arbeidsmarkt. Zeker met de minister van Gehandicaptenzaken in ons midden, behalve nu, zou ik willen pleiten niet alleen voor een forse inzet op inclusieve speeltuinen, maar ook een forse inzet op een inclusieve arbeidsmarkt. Dit alles zodat de gemeente Hardenberg mee kan doen aan de verkiezing van de gemeente met de meest toegankelijke arbeidsmarkt. Dank u. Dank u wel. Ik kijk of er nog vragen zijn vanuit de kant van de raad. Ja, de heer Van der Wel. Ja, dank u wel, meneer Hartelt. Wellicht een kleine vraag. Kunt u het ook iets concretiseren? U heeft er vast zelf al wel ideeën bij. Hè? Want het is een mooi verhaal, maar het is ook nog wat hoog over, wat mij betreft. Ja. We kijken of er nog andere vragen zijn. Die kunnen ze 1 keer beantwoord worden. Nee, dat is niet het geval. Meneer Hartelt. Dank u, voorzitter. Een voorbeeld wat in een aantal andere gemeenten wordt toegepast, is dat er dus een soort werkbedrijfje is. En dan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die worden dan na contact ermee op een nette manier, kunnen die wat dingen doen. En dan komen werkgevers, die komen op bezoek en die kunnen dan kijken hoe dat toegaat. Dat is 1 voorbeeld.
En een ander voorbeeld wat kan helpen is het aanpakken van pesten op het werk bijvoorbeeld. Dus dat zijn in ieder geval twee voorbeelden die ik zo kan noemen. Alsjeblieft. Dank u wel. Dat brengt ons bij het volgende agendapunt. Dat is namelijk het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering. Ik kijk even daar kanttekeningen bij zijn. Het kan het moeilijker bij een beeldverslag. Maar of er een aanleiding nog bepaalde dingen zijn. Ik zie niemand knikken of het woord vragen. Ook niet in de blinde hoek vanaf hier. Dan komen we bij de bespreekstukken. En ik begrijp dat de gewoonte is om de stukken die te maken hebben met de begroting daaromtrent, dus de stukken 6 tot en met 10, om die in één keer te bespreken. En dan te beginnen met de algemene beschouwingen. En wellicht dat u in die algemene beschouwing ook al een doorkijkje kunt geven naar moties en amendementen die u gaat indienen. Dat is handig voor de besluitvorming te kijken of het aantal rondes wat kunnen beperken. En dan vervolgens, als wij de beraadslagingen voltooid hebben, dan gaan we over tot stemming. En dat doen we dan per voorstel afzonderlijk en per fractie. De heer Van der Wel, u bent als eerste aan het woord. Dank u wel, voorzitter. Wat vliegt de tijd? Ik besefte me vanmorgen dat ik een persoonlijk jubileum vier. Dit zijn namelijk de 10e algemene beschouwingen voor mij als raadslid. En ik heb vanmorgen de foto's nog even teruggezocht van de installatie destijds. Zo groen als een blaadje met twee vingers in de lucht om de eed af te leggen. En nu zijn we 10 jaar aan levenservaring rijker, 2 raadstermijnen verder en 20 kilo zwaarder. De eerste 8 jaren als raadslid waren heel boeiend. Leerzaam ook vooral. Een college dat onder leiding van burgemeester Mulman zorgde voor veel ontwikkeling. Daar mogen we denk ik nog steeds trots op zijn. Mulman vertrok en een nieuwe burgemeester kwam. Ik weet nog dat ik de besloten vergadering waar Peter Snijders uit de bus kwam reusachtig spannend vond. Want je wist wat je had, maar niet wat je kreeg. En nu, op 5 november 2019, staan we hier weer en is diezelfde spanning er opnieuw. Wie wordt onze nieuwe burgemeester? Een vraag die ons allemaal bezighoudt. En tot die tijd, voorzitter, bent u onze burgemeester en daar zijn we blij mee. Ik heb de afgelopen dagen wat zitten nadenken over wat ik de nieuwe burgemeester van onze gemeente TCT zou willen laten zien. Wat er goed gaat en wat er beter kan. En hoe laat je dat zien? Stap je op de fiets of in een auto en hoe hard mag die dan rijden? Of traditioneel, zoals ik het college regelmatig al zie doen met paard en wagen. Lijkt me overigens niet het beste idee, want misschien bevestigt paard en wagen weer net iets te veel de vooroordelen die de sidekicks van Edwin Evers altijd al over onze gemeente hadden. Wat het vervoermiddel ook maar mogen worden, we kunnen hem betalen en daar zijn we trots op. Vandaag presenteert het college een structureel sluitende begroting en als je dat vergelijkt met andere gemeenten, dan denk ik dat onze nieuwe burgemeester daar trots op zou zijn. Onze huidige overigens ook en met hem het hele college. Compliment daarvoor. We maken wel gebruik van de algemene reserve, maar die ruimte is er ook en belangrijker nog voor onze inwoners, de lasten stijgen met inflatie en tegelijk creëren we ruimte om te investeren in een vitaal, duurzaam, landelijk en ondernemend Hardenberg. En dat doen we door de hele gemeente, in grote en in kleine kernen. Zorgen hebben we wel over de toenemende kostensteuging in de jeugdzorg en sociaal domein. En we zijn benieuwd hoe Hardenberg zijn belangen bij de herverdeling van het gemeentefonds inbrengt. Je hebt de G4 en de G36 en dit geldt natuurlijk ook voor het sociaal domein. En hoe komen wij als kleinere gemeente ook aan de voorkant te zitten? We stappen met de denkbeeldige nieuwe burgemeester toch maar even oldschool in de auto. Een hybride, dat lijkt me mooi. Zo kunnen we hem of haar mooi laten zien waar kansen en zorgen liggen. Om gelukkig te worden in de gemeente Hardenberg moet je een goede plek hebben om te wonen, te werken en te leven. En voor het gemak noemen we dat maar even de 3 W's, wonen, werken en welzijn. En je moet je er veilig voelen. We rijden door het centrum van Hardenberg en zien daar de plannen voor 200 nieuwe woningen. Daar worden we blij van. Maar we zien ook de toenemende leegstand in de winkelcentra. Dat baart zorgen. Het aantal gebruikers van de BBZ-regeling neemt af, gelukkig maar. Maar je zou je ook af kunnen vragen of ondernemers bekend zijn met deze regeling. We moeten ervoor zorgen dat het centrum toekomstbestendig is en blijft. Gastvrijheid is dan belangrijk. De nieuwe burgemeester heeft ineens een fris idee en al rijdend zegt hij of zij: hebben jullie al wel eens gedacht aan gratis wifi in het centrum? En ik zie mezelf voorzichtig knikken en mompelen. Dat zou best een leuk idee zijn, maar volgens mij zijn wij de enigen die het een leuk idee vinden.
Je moet altijd een paar schoenen passen voordat je ze gaat kopen en dus rijden we door naar Balkbrug. Daar wordt hard gewerkt aan bereikbaarheid, aan veiligheid en toekomstbestendigheid. Mooi om te zien hoeveel kracht er in dat dorp zit. Het zou ook mooi zijn als het college de regiefunctie daarop nog meer continuïteit biedt. En dan gaan we eens kijken in een ander mooi dorp, Bruchtenveld. Wat een gave nieuwe school wordt er hier gebouwd, zegt de nieuwe burgemeester. Dat ga ik gelijk posten op mijn social media. Oh nee, toch niet, want er is geen bereik met de mobiele telefoon. Daar moeten we wat aan doen, mompelt de nieuwe burgemeester. En het doet me denken aan een liedje dat ik ooit met mijn broertje maakte. En de tekst is, ik wil zingen van wandelen zonder mobiel en van eventjes rustig de tijd. Van de kracht van het kleinste gebaar, van het mooie van eenvoud en de kracht van het meervoud. En die twee gedeeld met elkaar. Eigenlijk best Hardenbergs. We doen dingen met elkaar, gunnen elkaar het beste en staan voor elkaar klaar als het nodig is. De gemeente Hardenberg is een plek waar je je kinderen veilig kunnen opgroeien en een plek met ambitie. De voorzieningen van een stad met de gemoedelijkheid van een dorp. Met een streekfunctie en met bijvoorbeeld een ziekenhuis dat hier nieuw gebouwd wordt. En daar mogen we trots op zijn. Ik zei al eerder, drie W's, wonen, werken en welzijn. Als ik nu in die auto met die nieuwe burgemeester zou zitten, dan zou ik vertellen dat we in de gemeente Hardenberg prachtige bedrijven hebben. Pareltjes, veelal familiebedrijven. Ondernemers met het hart op de juiste plaats die niet alleen geld verdienen, maar ook teruggeven aan de samenleving. En daar gebeuren dan weer goede dingen van. Bij sportverenigingen bijvoorbeeld of bij evenementen. Wat zit er op die manier een kracht in de samenleving? Wel vinden we het belangrijk dat die bedrijven net als burgers ook in termijnen de OZB-aanslag kunnen betalen. We roepen het college nogmaals op om aandacht te vragen voor de verhouding OZB-woningen en niet-woningen bij de VNG en het Rijk en om ons als raad hierover te informeren. Er zijn ook bedrijven die het mede dankzij de overheid moeilijk hebben. De stikstof- en PFAS-problematiek houdt het hele land bezig. Sterker nog, legt het land soms plat. En dan komt de vogelbescherming ook nog eens met de vraag om nog meer Natura 2000 gebieden. We zitten al diep in de problemen en zij willen het probleem ook nog eens groter maken door het Reesdal en de vloeivelden in de Krim ook tot Natura 2000 gebied uit te roepen. Dit kan op dit moment absoluut niet en mag niet gebeuren. En daarom hebben we samen straks met de VVD onder andere een motie gemaakt waarin we hier volledig voor gaan liggen. Geen nieuwe Natura 2000 gebieden in onze gemeente wat de CDA-fractie betreft. En we zijn blij dat ook de ChristenUnie en Op Koers mede indienen straks. Mooie samenwerking. Vorige week zijn we nog bij twee agrarische bedrijven geweest en het is schrijnend waar de agrarische sector tegenaan loopt. Het stikstof- en PFAS-probleem is een probleem van ons allemaal en niet alleen van de agrariërs of de bouwvakkers. We vinden het welzijn van mens en milieu ontzettend belangrijk en dus moeten we de maatregelen die er nodig zijn ook allemaal mee kunnen maken. Het woord is gevallen, welzijn. Uiteindelijk willen we allemaal gelukkig zijn en daarom zijn we als CDA-fractie enthousiast over het project Dag en Doen. Een mooi project om eenzaamheid te bestrijden. Mijn fractiegenoten Rick, Anita en Elma hebben zich hierover uitvoerig laten bijpraten. En u kunt daarover binnenkort een voorstel van het CDA verwachten. Maar terug naar de burgemeester. Openbare orde en veiligheid is een portefeuille die voor de burgemeester heel belangrijk is. In een tijd waar er steeds meer criminaliteit ontstaat rondom drugs. U zou allemaal eigenlijk het boek De Achterkant van Nederland eens moeten lezen. Over ondermijning, criminaliteit en de verharding. Ook in Hardenberg speelt dit. We hebben in Schuine Sloot een drugslab gesloten, er waren overvallen, verschillende geweldsincidenten en zelfs een liquidatie. We lezen en horen veel over een groep van 40 probleemjongeren die onze gemeente terroriseert. We zijn heel trots op onze hulpverleners en specifiek de politie. Zij vechten met man en macht om dit probleem op te lossen. Maar we willen natuurlijk liever problemen voorkomen, door nog meer aan de voorkant te zitten en zo vroeg mogelijk te signaleren. En daarom steunen we het amendement van de Partij van de Arbeid dat ze zo gaan indienen van harte. Want veiligheid is het CDA heel dierbaar. Daar gaat u ons vast vaker over horen. Mooi dat we dit samen kunnen doen. En er komen nog een paar mooie samenwerkingen aan. Maar om niet al het gras voor ieders voeten weg te maaien, laat ik dat aan de volgende sprekers. Voorzitter, resume. We mogen trots zijn op onze gemeente, op dit gemeentebestuur en gaan werken aan de uitdagingen die er liggen. En als we dan na onze prachtige autorit weer terug zijn in het gemeentehuis met onze nieuwe burgemeester, dan heffen wij het glas op onze mooie gemeente. En daar mag wat ons betreft best een beetje alcohol in zitten. Geniet en drink met mate. Proost. Dank u wel. Ik dacht even, we hebben 29 kernen. U gaat ze allemaal langs, maar dat was toch wat korter, denk ik. U heeft eerst de bocht genomen, dat is heel verstandig. De motie die u aankondigt samen met de VVD, ik neem aan dat de VVD die indient straks in... haar eerste termijn.
Ja, dat is die motie vreemd die u zelf als motie vreemd op de agenda heeft gezet, voorzitter. Ja, maar die komt dan precies, die komt daar terug. Ja, meneer Selpstra. Dank u wel, voorzitter. Goed om te horen dat de heer Van der Wel weer hybride gaat rijden. Lieve mensen, geachte toehoorders, inwoners, ambtenaren, raadsleden en het college. Bijna 2 jaar geleden is de ChristenUnie aan de huidige coalitie onder de naam Verbindingen van Betekenis begonnen. Samen met het CDA op koers en PvdA. Een avontuur met gelijk een aantal zware dossiers en de nodige wisselingen in het college. Het college is steeds beter op elkaar ingespeeld. En dit spreekt ook uit het thema Zin in de toekomst. En dat, voorzitter, dat hebben wij ook. Wij zien een prachtige toekomst voor ons en tot die tijd hebben we nog veel werk te verzetten. Voorzitter, we willen nu, we bijna halverwege deze raadsperiode zitten, een spiegel voorhouden aan onszelf. En dat aan de hand van ons eigen raadsmanifest. En de betekenis daarvan voor ons als raadsleden van de ChristenUnie, en ik hoop ook voor ons allemaal als raadsleden, dus graag nog even uw aandacht, of nog beter geformuleerd, aandachtig luisteren. Voorzitter, wij willen als eerst waardering uitspreken voor de ambtenaren van onze gemeente en het college die goede plannen voor het komend jaar hebben gemaakt en de toekomst. En dit zien wij terug in een solide begroting. En tijdens de behandeling in de afgelopen oriënterende ronde zagen wij hier het voltallige college shinen. Want wij complimenteren elkaar, college en ambtelijke organisatie, en gunnen de ander om te shinen. Als ChristenUnie-fractie willen we ook het komende jaar weer aanwezig zijn bij de raadsactiviteiten en ingaan op uitnodigingen van onze inwoners. En we hebben een eigenzinnig idee. We willen graag de gehandicapte parkeerkaart gratis maken voor iedereen die zo'n kaart nodig heeft. En dienen hiervoor een motie in met het dictum om bij voorkeur in de begroting 2020, maar uiterlijk met ingang van 1 januari 2021, de kosten voor verstrekking en verlenging van de gehandicapte parkeerkaarten voor de aanvragers te schrappen en te dekken binnen de reguliere begroting. Ik stel voor dat we deze motie nummer 1 geven. Want wij zijn een zelfbewuste, maatschappelijk bevlogen, actieve volksvertegenwoordiging die de politieke ruimte claimt met een dynamische raadsagenda, eigenzinnige ideeën en de bedoeling dienende kaderstelling en controleert op hoofdlijnen. In deze raad is er ook ruimte om met elkaar te discussiëren. En zo mag je zomaar wat roepen over een MFA in de Krim, kano's en samen doen ontwikkelingen. Want tegelijkertijd willen wij ons in vertrouwen verbinden met elkaar, het college en de ambtelijke organisatie. En staan wij elkaar toe ook eens domme dingen te zeggen, zonder dat dit meteen politieke consequenties heeft. Dan de OZB, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie hecht aan de lijnen uitgezet in het verleden. Het biedt houvast voor de toekomst. En wij zien ook dat er scheefsgroei ontstaat ten aanzien van de woningen en niet-woningen. En met name de agrarische ondernemers en de ZZP'ers hebben hier last van. En wij willen dan ook het college ondersteunen in de lobby om een uitzonderingspositie voor deze groep te krijgen in de OZB. Maar we zien ook dat de bijdrage van de niet-woningen aan onze begroting ten goede komen aan de hele gemeenschap. En want wij zijn raadsleden die integer, consequent, zichtbaar en toegankelijk en tevens helder over wat wij met belastinggeld doen en bereiken. Blij zijn we om te horen dat er speciale aandacht komt voor het verder uitwerken van de reguliere bijstand in de gemeente. Want ons hart ligt bij diegene die het even niet zelf kan of permanent. En ook zijn we erg tevreden met de investeringen die gedaan worden in de economische structuur. Het is goed om te zien dat onze gemeente hierin de ambities verhoogt op projecten voor wonen, werken en welzijn. Investeren in de regio-deal samen met Drenthe en we investeren in de regio Zwolle. Maar, voorzitter, er is meer tussen hemel en aarde dan produceren, geld verdienen of opmaken. Het menselijk geluk en welzijn mag er dan van afhankelijk lijken. Maar
is het uiteindelijk niet. Want het is onverzadigbaar en zal uiteindelijk de psychische en fysieke gezondheid schaden. Zonder een maat aan te geven, weten we allemaal dat een balans in het leven ons meer goed doet en veerkrachtig maakt. Aandacht voor verduurzaming en circulaire economie blijft noodzakelijk. Want wij zetten ons nadrukkelijk in voor een gemeente die mensgericht, slagvaardig, faciliterend werkt en op een persoonlijke en directe wijze communiceert. De huidige samenleving kan niet zonder inzet van mantelzorgers. Samen helpen zij hun naasten, ongeacht hun beperking, om zoveel mogelijk mee te blijven doen aan onze samenleving en om zelfredzaam te zijn. Vanuit hun oprechte betrokkenheid hebben zij veel voor de ander over. Wij zien dat het college 150.000 euro structureel wil onttrekken aan het mantelzorgbudget. Gelet op het belang van de mantelzorgondersteuning, nu en in de toekomst, vinden wij dit een te fors bedrag. Wij dienen hiervoor een amendement in, met het dictum, in te stemmen met de uitwerking van de stelposten nieuw beleid, als opgenomen in de begroting 2020, en de kredieten beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de uitvoering, maar bij het dekkingsvoorstel mantelzorg uit te gaan van een bedrag van 75.000 euro in plaats van 150.000 euro. Dank u wel. Ik stel voor dat we dit stuk amendement nummer 1 noemen. Want wij gaan zorgvuldig met elkaars aandacht, tijd en energie om. Wij zien naar elkaar uit en om. Het komend voorstel van de PvdA in zaken de jeugdzorg ondersteunen wij. En ook GroenLinks zal een suggestie doen ten aanzien van bushokjes. En ook ondersteunen wij die gedachte. Want wij verrijken de besluiten van de meerderheid met wensen en behoeften van de minderheid. En voorzitter, het is net al genoemd, het vinden van de nieuwe burgemeester zal een deel van het komend jaar onze aandacht vragen. De selectie en hopelijk ook het inwerken. Samen met onze inwoners willen we hier graag vorm aan geven. En het liefst op een interactieve en betrokken manier, zodat we samen bouwen aan onze gemeenschap en een stevig bestuur. Want wij doen ons werk goed als inwoners belangstelling hebben voor, blij zijn met en ambassadeur zijn voor de dingen die in de gemeente Hardenberg gebeuren en voor elkaar komen. Zijn er dan geen zorgen? Jawel. Ten aanzien van de kosten voor de jeugdzorg, de verharding van het maatschappelijk debat, centrumontwikkelingen, stikstof en zo nog vele. Wij zien hierin voor ons als raad een voorbeeld om samen te zoeken naar oplossingen. Voorzitter, samenvattend hoorde u in onze bijdrage dat wij als ChristenUnie-fractie als onderdeel van deze raad de volgende punten willen invulling geven. 1. Een zelfbewuste en actieve volksvertegenwoordiging met een dynamische raadsagenda, eigenzinnige ideeën, kaderstelling en controlerend op hoofdlijnen. 2. In vertrouwen verbindend het college en de ambtelijke organisatie. 3. Wij zijn integer, consequent, zichtbaar en toegankelijk. 4. Wij zetten ons nadrukkelijk in voor een gemeente die mensgericht, slagvaardig en faciliterend is. 5. Wij zien naar elkaar uit en om. 6. Wij verrijken besluiten met van de meerderheid met de wensen en behoeften van de minderheid. En 7. Wij complimenteren elkaar, college en de ambtelijke organisatie en gunnen de anderen om te shinen. En 8. Wij doen ons werk goed als inwoners. Belangstelling hebben voor en blij zijn met en ambassadeur zijn voor de dingen die we samen doen. En voorzitter, u mag ons hierop aanspreken. Met deze instelling krijgen wij ook zin in de toekomst. Want wij weten dat het mooiste nog moet komen. En wij wensen u en alle ambtenaren God zegen toe bij de uitvoering en de realiseren van de plannen. Dank u voor uw aandacht. Zelfs dank u wel. Mark Helder van Op Koers, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwingen over de begroting 2020 van Op Koers.nu.
Het jaar 2019 ligt al bijna achter ons. Het jaar van het afscheid van burgemeester Snijders, de komst van waarnemend burgemeester Wiggers en de samenstelling van het profiel van de nieuwe burgemeester in 2020. Voorzitter, nu ga ik naar de begroting van het jaar 2020. Hardenberg aan de slag. Een belangrijke pijler hierbij is de regio-deal Zuid- en Oost-Drenthe. De door ons ingebrachte middelen worden daarbij verviervoudigd. Een deel van de benodigde gelden haalden wij uit de reeds beschikbaar gelden voor 2020 binnen het programma Economie. Toch vinden wij dat het een enorme uitgave blijft, 80% van de begroting voor Hardenberg aan de slag. Wij zijn van mening dat, zeker nu de economie weer aantrekt, scherp gekeken moet worden of deze stimulering ook werkelijk effect heeft. We gaan ervan uit dat de stikstof- en de PFAS-perikelen binnenkort weer worden opgelost. We zijn deelnemer in meerdere regelingen met nogal wat financiële consequenties. Zowel regio-deal Zuidoost-Drenthe en de Human Capital Agenda, ja, dat brengt toch wel wat zorgen voor ons mee. Op koers vraagt zich dan ook af of we dit amperlijk voldoende kunnen bolwerken om er een succes van te maken. Niet alleen geld, maar ook nadrukkelijk met ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid kan het tot een succes leiden. Oud voor nieuw. In de aanloop naar de begroting 2020 in overleg met de organisatie ging u op zoek naar extra financiële middelen. De uitgevoerde zoektocht biedt een oplossing voor de korte termijn. De komende maanden gaat het college in de aanloop naar de kadernota 2021 samen met de organisatie op zoek naar lange termijn oplossingen voor een duurzaam, houdbare begroting. U blijft dus met de cocoon in gesprek over het kerstdiner. Processierups. De processierups bepaalde de afgelopen zomer ook in onze gemeente het nieuws. Toch was het niet helemaal nieuw. Rond 2010 werden ze al gesignaleerd in Rezen. Wolterink uit Beltrum lanceerde in januari 2010 op de beurs De Groene Sector in Hardenberg twee nieuwe machines waarmee je de eikenprocessierupsen kunt bestrijden. De prijs 60.000 euro. Er was tot 50% subsidieregeling mogelijk. Helaas, ons budget voor bestrijding bedroeg destijds slechts 8.000 euro. Nu trekken we per jaar 250.000 extra uit. Wij gaan daarmee akkoord, maar willen wel graag jaarlijks op de hoogte blijven van de resultaten. Scheefgroei OZB. Tijdens de inspraakronde heeft mevrouw Kleene namens LTO duidelijk aangegeven dat de agrariërs zich benadeeld voelen. De weerlegging van de wethouder was voor ons duidelijk. Ziet het college kans om dat tijdens de komende gesprekken aan alle betrokkenen uit te leggen? Inhuur externen. Niet meer dan 10% van de personeelskosten mag naar externe inhuur. Het Rijk hanteert die norm, maar kon dit vorig jaar net niet waarmaken. Hoe ligt dat eigenlijk bij onze gemeente? En wordt daar binnen de organisatie ook op gestuurd? MFA de Krim. Voor de werkelijke bouw van het MFA ontbreekt nog een kleine 200.000 euro op een totaal van 2,5 miljoen. Echter, de bouwkosten stijgen per jaar met ongeveer 8%. Loopt de realisatie van het MFA alsnog gevaar? Het volgende punt, de speelplaatsen. Uit het antwoord op een vraag van onze fractie blijkt dat er per jaar 25.000 euro per jaar beschikbaar is voor nieuwe speeltuinen. Bepaalt dus geen vetpot. Maar wij maken ons ook zorgen
over de late realisatie van die speelplekken in de nieuwbouw. Als die pas gerealiseerd worden, zodra een bepaalde wijk gerealiseerd is, gaan de betreffende kinderen al naar het voortgezet onderwijs. Dus zorg dat dit toch niet gebeurt. Laat de kinderen spelen. Zij zijn de toekomst. Dank u wel. Dat is een mooie afsluiting. Ik kom bij de VVD. De heer Gelling, nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, ik zal als fractievoorzitter van de VVD en daarmee oppositiepartij toch wat kritische kanttekeningen plaatsen naar alle lofuitingen die tot nu toe zijn gedaan. Op het gevaar af dat meneer Stelpstra mij dan weer als dom gaat versleten. Voorzitter, ik word in het dagelijks leven voor veel dingen versleten, maar dom hoort daar niet heel vaak bij. Wellicht dat meneer Stelpstra iets vindt van mijn eerste onderwerp. En dat wil ik toch even teruggrijpen naar... Mag ik wat aanvullen, meneer de voorzitter? Nou, normaal gesproken zou ik zeggen, de eerste termijn is de eerste termijn, maar u wordt zo uitgenodigd hier om een reactie te geven, dat kan bijna niet anders. Ja, dank u wel. Ik zou de heer Gelling nooit van dom willen betichten, maar ik heb in mijn zin letterlijk opgelezen wat wij gezamenlijk in ons manifest hebben opgesteld. Dus het is een stellingname, hè, dus een domme opmerking. Dat staat letterlijk in het manifest waar al onze handtekeningen onder staan. En dat ik zou echt niet willen suggereren dat u dat bent. Nee. Dan is dit misverstand ook weer rechtgezet. Voorzitter, dan voelt u mij wellicht ten onrechte aangesproken. En zal ik het manifest er nog op nasluiten. Waar de ChristenUnie het heeft over domme opmerkingen. Lijkt me erg interessant. Voorzitter, wat wij wel een kwalificatie vinden. Ik wil even terug dan naar de vergadering van de vorige keer. Betreffende wat meneer Stelps net even refereerde. Het samen doen en de discussie die daarover ontstond. Want voorzitter, nog even voor de herinnering, daar ontstond een bijna Babylonische spraakverwarring ter zake de vraag van de VVD of nou voldaan was aan de toezegging waarbij de opdrachtbrief verzonnen zou worden en de KPI's. En de portefeuillehouder in kwestie was stellig van overtuigd dat die spullen verstuurd waren en daardoor ontstond ook een wat kriebelige sfeer mijnerzijds. Maar nog groter werd de verbazing, voorzitter, toen wij een dag daarna een mail van u kregen, niet van de eerste de beste, ondertekend door de voorzitter en door de secretaris, waarin u schreef, en ik lees het even voor, hoewel ons college had besloten om alle bij dit collegebesluit behorende bijlagen te verzenden, of toe te voegen aan de raadsbrief, ik zag het even niet goed, is bij de daadwerkelijke verzending van de raadsbrief een andere afweging gemaakt, gelet op de omvang van de bijlagen. Dat betekent dus, voorzitter, dat er dus de discussie in een ander licht stond, want inderdaad waren de stukken niet verstuurd en de wethouder was kennelijk verkeerd voorgelegd, of in ieder geval zijn er mensen binnen de organisatie die na zo'n opdracht kunnen besluiten om een andere afweging te maken dan de door u verstrekte opdracht. Daar vinden wij wat van, dat vind ik raar. Ik had het ook prettig gevonden als wethouder zelf even een briefje gestuurd van joh, ik heb me vergist en hier heb je de bijbehorende stukken. In ieder geval hebben wij daar een mening over en voorzitter, deze gang van zaken wekt bij mijn fractie nou niet de indruk... dat de communicatie, de samenwerking en de uitvoering bij de portefeuillehouder altijd even soepel verloopt. Er mag wat de VVD betreft wel een tandje bijgezet worden. En daarom wil de VVD samen met het CDA de aangehouden motie Katingenveld opnieuw indienen, met daarbij de overweging om de druk iets op te voeren jegens de provincie. Door bijvoorbeeld een eigen onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en daarmee nog een keer naar Zwolle te gaan en te zorgen voor een goede en veilige verkeerssituatie. En dus niet achteraf, zoals wethouders suggereren, dat als er een gevaarlijke situatie ontstaat, door dan alsnogmaals naar de gemeente of naar de provincie te gaan. Want daarmee wordt het paard wat ons betreft toch wel behoorlijk achter de wagen gebonden. Voorzitter, die motie was al eerder ingediend. Ik weet niet of ik daarmee nog het dictum een keer moet voorlezen of dat al bekend was. Als u het dictum voorleest en dan geef ik meteen nummer 2 mee. Dat zal ik zeker doen. Het dictum luidt te onderzoeken hoe bedrijven gevestigd ter hoogte van het industrieterrein Katingenveld, die straks gelegen zijn aan de enkelvoudige parallelweg naast de N377, ontsloten kunnen worden via de Katingenveldweg. Ja.
Voorzitter, ja, over de bestuursrapportage en dergelijke al veel gezegd. Hè. De motivatie van de VVD om cijfers te beoordelen die telkens zo afwijken van de presentatie is niet heel erg groot. Maar we zien het graag tegemoet bij de jaarrekening wat de verbeterpunten zijn geweest en wat de uitkomsten daarvan zijn. Ik wil me nu even beperken tot de begroting. En wat ik daarvan interessant vind is de opmerking dat wij voor volgend jaar een bedrag hebben begroot van 175 miljoen euro dat uitgegeven gaat worden. En dat is over 4 jaar, het gaat immers over een vier jaar een meerjarenbegroting, is er een bedrag van 700 miljoen euro. En we hebben het hier in deze raad eigenlijk hoofdzakelijk over investeringen voor diezelfde periode ten bedrage van 12 miljoen. En de rest, nou ja, dat is going concern en daar kom ik zo nog even op terug. Maar omdat de spaarpot nu ook helemaal leeg is, het weerstandsvermogen zit inderdaad op de ondergrens, hebben we dus ook hier in deze behandeling over kleine invullingjes binnen de gestelde kaders. En daarvoor moet u ook nog voorgenomen beleid laten vervallen en gaat u onder andere onderhoud aan gebouwen, tunnels, bruggen en viaducten uitstellen. Wat ongetwijfeld als een boemerang terugkomt, want dat kun je niet uitstellen. Voorzitter, wat wij niet doen is praten over de toekomst met vergezichten en met bijbehorende besluiten en investeringen. En een van de dingen wat de VVD betreft heel veel aandacht naartoe zou moeten gaan is nou de visie op duurzaamheid. Want hoe duurzaam gaan we nu uiteindelijk worden? En wat gaan we daarvoor doen en hoe neemt u de inwoners mee in de uitvoering daarvan? En dan kom ik even op uw eigen infographic die er heel helder uitziet. En dan lees ik even voor wat u heeft staan aan extra investeringen onder de paragraaf duurzaamheid. Aanpassen riolering om overlast van hevige regenbuien tegen te gaan, leningen voor het vervangen van asbestdaken en onderhoud sportvelden zonder chemische middelen. Voorzitter, is dat nou waar we het over hebben? Zijn dat nou de vergezichten en de besluiten die we, als het om duurzaamheid gaat, zouden willen horen? Hetzelfde geldt voor werk, ondernemerschap en groei. Waar werken onze kinderen nou over 20 jaar? We hebben het al vaker gevraagd, maar wat is uw visie erop? Hoe gaan we dat doen? Is dat nog steeds in de agrarische sector? Daar is veel over te doen de laatste tijd. Is het de maakindustrie en hoe verhoudt zich dat tot robotisering? En wat voor opleidingsgraad is daarvoor noodzakelijk? Maar ook recreatie en zorg. En ook nu de middenstand. Want vorige week zijn we nog bij DMC geweest en Delensvaart. En daar komt nu heel duidelijk de vraag al naar voren over een doorontwikkeling van het centrum. En voorzitter, het beton is nog maar net droog in Delensvaart. En er moet al behoorlijk wat gebeuren. En is daar geld voor? Wat is de visie daarop? Maar ook Hardenberg kent veel leegstand. En wat gaan we daar nou precies mee doen? Wat zijn de grote vergezichten die daarbij horen? En wellicht iets minder grote vergezichten, maar wat de VVD betreft ook zeker heel belangrijk, is veiligheid. En dan hebben we het niet alleen, zoals het genoemd is, over het groepje jongeren, maar ook wat de VVD betreft over het AZC. Want ook daar hebben we het weinig over hier. De transparantie ten zake de cijfers die we gepresenteerd zouden krijgen, krijgen we niet altijd. We hebben ze zelf opgevraagd en ook daar zien wij een enorme stijging als het gaat over agressie. U kent die cijfers, anders kunt u ze van mij krijgen. Maar veiligheid is nog meer dan dat. Het gaat ook over hoe veilig ben je thuis, hoe veilig ben je op straat, hoe veilig ben je op je werk. En vervolgens mobiliteit, goede wegen. Er wordt behoorlijk, wij dachten althans, laat ik het goed formuleren, dat er behoorlijk bezuinigd werd op het onderhoud aan wegen. Dat blijkt nu een enorme overhead te zijn, maar daar kom ik zo nog even op terug bij de oplossingen. Maar voorzitter, hoe moeten die wegen eruit zien? Zijn we echt voorbereid bij onderhoud op nieuwe auto's, op de hybrides, maar ook op de... Misschien wel waterstof, kun je ook tanken hier als je een waterstofauto zou willen. En moeten we daar niet wat mee doen? En voorzitter, mobiliteit, wat is er eigenlijk met uw stationsomgeving gebeurd? Vaak wordt gezegd dat de VVD daar geen voorstander van is, maar dat is te kort door de bocht. Wij willen graag meedenken aan goede ontsluitingen, goede verbindingen, maar dan wel als er geld voor is. Daar horen we er weinig meer over. En onderwijshuisvesting, we hebben eens gekeken, zijn de leerlingenprognoses zoals die nu gelden in beton gegoten? En waarom wordt er in het IAP afgeweken van de landelijk gestelde opheffingsnorm? En of wordt nieuwbouw overwogen voor scholen die onder deze norm vallen? En, heel belangrijk, mevrouw Merling heeft er al een paar keer op gehamerd, waarom is er eigenlijk geen school meer in de kern Hardenberg? Maar meer specifiek, voorzitter, is er ook in deze begroting geen ruimte om uitvoering te geven aan de wens van het LTO... en de gedane toezegging in het verleden door het vorige college en in het bijzonder de ChristenUnie-wethouder meneer Jansen om de OZB-verhouding tussen woningen en niet-woningen naar een acceptabele verhouding van 255% te bewegen. We doen nu net alsof dat besluit nooit genomen is, alsof die toezegging niet gedaan is. En tenslotte, voorzitter, is er ook binnen deze begroting geen ruimte om de krimp te faciliteren ter zake de bouw van het MFA. En nee, er komt nu geen motie omdat nog onbekend is wat de behoefte precies gaat zijn.
Maar houdt u er rekening mee dat het bedrag behoorlijk hoger zou kunnen zijn en de mogelijkheden van de inwoners van de Krim om dat bij elkaar te krijgen buiten zicht. Er is nu geen ruimte, maar mijn fractie rekent erop dat u deze ruimte er koste wat het kost wel gaat komen. Desnoods uit een ander potje dan bestemd, omdat we zorgvuldig om moeten gaan met de Krimse kracht. Net als met de leefbaarheid van het dorp, want de Krim verdient dat. En het kan niet zo zijn dat Krim door haar eigen inspanningen in de bibs wordt gebeten, zoals de voorzitter van plaatselijk belang het treffend aangaf. Ik weet niet of hij bibs zei, voorzitter, maar het leek mij wel gepast om dat hier maar als zodanig te verwoorden. Ik sluit deze keer toe. En misschien, voorzitter, misschien is er ook wel iets meer behoefte aan beleid. Wie, waarom, welke eigen bijdrage moet leveren voor welke prestatie. Voorzitter, de begroting is anders dan wat meneer Van der Wel net zag, structureel negatief en niet positief. Het is overigens fascinerend dat we daar ieder jaar weer zo verschillend over kunnen denken. Maar er staat zelfs dat de begroting voor dit jaar structureel negatief is. Maar, voorzitter, het goede nieuws is, dat is ook tevens de laatste keer, omdat het spaarpotje helemaal leeg is. Je kunt dus vanaf nu niet meer negatief begroten. De VVD-fractie geeft haar steun ook niet aan een begroting die structureel verlieslatend is en hoopt met u dat de uitvoering beter wordt dan de prognose, zoals de afgelopen 2 jaren het geval was. Maar los daarvan zult u wat ons betreft voor de komende periode echt intensiever moeten kijken naar de eigen organisatie om ruimte te creëren voor de toekomst. U geeft aan de going concern taken weinig aandacht en daar gaat u wat ons betreft mis. U moet de uitgegeven 700 miljoen voor de komende 4 jaren kritisch bekijken. En om te beginnen, wat mijn fractie, en dan sluiten we aan bij Op Koers, bij de ingehuurde derden. We hebben het even opgevraagd en net gekregen. Het is een totale bedrag van 7.762.000, uitmakende 21,6% van het totale personeelsuitgave. En voorzitter, dat is ons betreft veel te veel. En ik zou daarom afsluitend willen verwijzen om een oplossing te bedenken naar het boek van Rutger Bregman. Dat is uit mijn mond heel wat, want dat is dezelfde schrijver als die van het merkwaardige idee van het basisinkomen. Hij was hier ook in de voorvechter. Desniettemin, voorzitter, is bij de VVD dit boek ondertussen verplichte kost. En wel om het volgende. Meneer Bregman heeft een nieuw boek geschreven onder de welluidende titel De meeste mensen deugen. Dat wist ik gisteren al, hoorde ik net, maar ook wij, voorzitter, zijn daarin gaan geloven. En het aardige van het boek is, naast de vele dingen die leuk zijn, maar voor onze organisatie, dat hij eigenlijk stelt dat als je veel vertrouwen geeft aan de mensen, je wel eens verrast zou kunnen komen te staan over wat ze uiteindelijk allemaal kunnen. Noemt als voorbeeld de buurtzorg en niet alles gaat daar goed, maar voorzitter, we weten allemaal dat managers nog wel vaak de gedachte hebben om nog meer management in te huren. En wellicht dat dit boek u op andere gedachten brengt. Voorzitter, de afgelopen periode wordt door mijn fractie gekwalificeerd, terugkijkend, als de tijd van plukveldjes, koolmeesjes en een tiny forest. U verrommelt de berm om uitvoering te kunnen geven aan voorgenomen investeringen. Past u ervoor op dat u niet de toekomst van onze gemeente verrommelt. Dank u wel. Michiel, dank u wel. Het boeiende is dat we na deze inbrengen al 2 deze advies hebben gekregen. 2 boeken die moeten lezen. De donkere dagen komen eraan, dus die komen zeker goed recht. Dus na de achterkant van Nederland een tweede op de leeslijst. De heer Jonkhans van PvdA, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt de begroting voor het komende jaar. Een beter leesbare begroting en ook beter te hanteren. Waarvoor lof voor de organisatie. De begroting wordt afgedekt met 12,7 miljoen uit de algemene reserve. Kortom, er wordt dus bijna 13 miljoen geïnvesteerd door dit college. We zijn blij daarom met deze begroting, want we herkennen veel uit ons verkiezingsprogramma. Zo zullen er 220 tot 250 woningen het komende jaar verrijzen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor starters, senioren en huishoudens die aangewezen zijn op sociaal huur. Maar ook in het kader van werk, inkomen en armoede start het nieuwe beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening. Hierbij is volop aandacht voor hulpverlening voor Hardenbergers met schulden. En met name zullen de inspanningen zich richten op het voorkomen van het ontstaan van schulden en het voorkomen van terugval in schulden. Ook in het domein zorg en gezondheid vinden we veel van onze standpunten terug.
We missen echter nog wel een zeer wezenlijk punt en dat is het jongerenwerk. Het jongerenwerk in onze gemeente is onder de maat, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Ook minister Grapperhaus gaf in een Nieuwsuur aan dat extra investeringen in jongerenwerk noodzakelijk is. Mede daarom dienen we samen met CDA, Opkoersbenu, GroenLinks, 50PLUS en D66 het volgende amendement in, waarvan het dictum luidt: toe te voegen aan het programma Vitaal Hardenberg onder het kopje Sociaal Domein een nieuw onderdeel. Wat gaan we daar in 2020 voor doen? 1. We zetten ons in op ontschotting en goed opdrachtgeverschap en gaan samen met de welzijnspartners voor 1 maart 2020 een gezamenlijke visie ontwikkelen op jongerenwerk. 2. De opdracht van extra inzet jongerenwerk vanuit collectieve voorzieningen in 2020 is uitsluitend gericht op uitvoering. Haakje openen, ogen en oren op straat, haakje sluiten. Organisatieontwikkeling en positionering van het welzijnswerk zijn geen onderdeel van deze opdracht. 3. De beschikbaar gestelde middelen van 75.000 euro voor de inzet van jongerenwerk in 2020 worden structureel gedekt in de begroting met de ambitie om de formatie voor 2021 op peil te brengen. De meerkosten worden in 2020 uit de algemene reserve bekostigd en vanaf 2021 structureel opgenomen in de begroting. En gaat over tot de orde van de dag. Tot zover onze bijdrage, voorzitter. Ik stel voor dat ik het amendement nummer 2 noemen. Voorzitter. Ja, Zelfstra. Als het goed is, dienen wij dat amendement ook mede in. Ah. Waarvan akte? Heer Schuurman. 50PLUS. Dank u wel, voorzitter. De stukken die wij vandaag behandelen, vond de fractie van 50PLUS in ieder geval heel goed leesbaar. Er zijn door de fractie van 50PLUS een aantal moties en amendementen midden ingediend. Wat de fractie van 50PLUS Hardenberg wel een punt van zorgen vindt, is de start van de nieuwe constructie met het Samen Doen Team. De slechte communicatie tussen organisatie en ondernemerswet heeft dit een fors bedrag aan kosten met zich meegebracht. Ook dat personeelsleden lange tijd in onzekerheid zaten en zitten met betrekking tot hun baan had naar de mening van ons anders gekund. 50PLUS Hardenberg hoopt dan ook dat alle partijen hierbij betrokken zijn zich gezamenlijk gaan inspannen om een goede samenwerking toch weer in orde te krijgen. De toezegging van de portefeuillehouder dat de uitvoering van de werkzaamheden welke absoluut noodzakelijk zijn met betrekking tot de matrix naar voren worden gehaald, stemt ons heel erg tevreden. Een gebouw waar veel kinderen dagelijks aanwezig zijn, moet geen gezondheidsrisico's opleveren, op welk gebied dan ook. Zoals de fractie van 50PLUS Hardenberg in de oriënterende ronde van 29 oktober weer heeft aangegeven, zijn er heel veel kleine podia momenteel die in zwaar weer verkeren. De fractie van 50PLUS Hardenberg hoopt dan ook dat de toezegging van de portefeuillehouder de partijen met elkaar in gesprek gaan en toch komen tot een goede oplossing. In 2018 is er een toezegging gedaan over het ouderenakkoord in 2019. Vorige week tijdens de oriënterende ronde kwam het ouderenakkoord weer op de tafel. De wethouder gaf aan voor de zomervakantie 2020 met het ouderenakkoord terecht te komen. 50PLUS wil nog graag weten van de wethouder of dit een toezegging is of niet. Als politieke partijen hebben te kennen gegeven blij te zijn met de hantering van het IJslands model, wij zullen daar straks naar punt 11 ook nog een motie voor indienen. Verder wens de fractie van 50PLUS Hardenberg, het college en het ambtelijk apparaat veel succes met de uitvoering van de plannen. Dank u wel. En tot slot de heer Boshoven. Want bij afwezigheid van de heer Rodemond is hij de hekkensluiter.
Dat is juist, voorzitter. Voorzitter, dank u wel. Ik ga hem even een stukje omlaag zetten, maar ik vind hem wel heel hoog staan. Zo. Goed, afgelopen dagen, voorzitter, heeft mijn fractie uitgekeken naar de brief van het college over de mogelijkheden rondom het klimaatbeheersingssysteem van de Matrix. En de heer Schuurman die refereerde er ook al naar, want ook wij vonden dat het niet in 2023 verbeterd zou moeten worden, maar zo snel mogelijk. En wij zijn daarom erg gelukkig met het briefje dat we gisteren hebben ontvangen. De investeringen kunnen eerder, maar niet eerder dan 2021. Toch 2 jaar winst. En daar zijn wij blij mee. Dank ook aan de andere partijen die hier inspanningen voor hebben verleend. Voorzitter, dat dan de dag voor de raadsvergadering dit briefje wordt opgestuurd, daar zijn wij wat minder blij mee. De motie van 50PLUS en van ons hielden wij juist aan om uw college de tijd te geven voor een goede afweging en ons te informeren. Maar, voorzitter, laat dat geen afbreuk doen aan de inhoud van de raadsbrief, want nogmaals, daar staan wij achter. En wij zijn ook wel blij met de woorden van de portefeuillehouder een week geleden, die zei van, ik ben het gewoon vergeten. Dat is een bepaald reflectievermogen wat wij zeer waarderen. Wij hadden ook zorgen rondom samen doen, dat hebben wij een week geleden besproken. En ook daar waren wij content met de woorden van de wethouder dat het hem speet en wij vertrouwen in verbetering, voorzitter. Inmiddels zien wij toch de eerste ambities van het college ook in beleid omgezet gaat worden. Maar het is wel wachten op de dingen waar wij als GroenLinks het meest naar uitkijken. Voor de aardigheid, de meeste van jullie zullen het inmiddels weten, het duurzaamheidsplan en de mobiliteitsvisie. Ik moet natuurlijk niet voorspelbaar worden, maar ik wil dit toch noemen. Voorzitter, op het sociaal gebied hoopten wij samen met het grootste gedeelte van de partijen hier in de raad op een basisinkomen. Nu werd er maandag abusievelijk een stand-up bij mij thuis bezorgd. En daar stond in een groot artikel in te lezen waarom dat basisinkomen er dan toch niet zou komen. Hoewel ik dat echt jammer vind, blijkt het dat ik mijn teleurstelling niet richting uw college moet richten, maar richting het ministerie. Het pakje kansfonds vinden wij mooi, maar het is toch net geen basisinkomen. Daarmee hoef ik straks ook geen stemverklaring meer te geven over het pakje kansfonds, voorzitter. Dat scheelt mij weer. Voorzitter, wij zien het college proberen om meer maatwerk te bieden en om de begeleiding naar werk beter te maken en passender. Het pakje kansfonds is daarbij hopelijk een uitkomst, maar mijn partij heeft daar ook ideeën over. En als je die ideeën dan hebt, waarom zou je die voor je houden? Mijn partij beschikt over een wetenschappelijk bureau. Niet GroenLinks-Hardenberg, maar wel GroenLinks in zijn geheel. Ja, voorzitter, zo ziet de fractie van Op Koers hopelijk ook dat het voordelen heeft om ook een landelijke partij te hebben. In ieder geval, dat bureau heeft onderzoek gedaan naar hoe de begeleiding naar werk beter kan. En daar hebben ze een boekje over geschreven. En voorzitter, dat betekent dat ook ik een boek aanbeveling zal doen. En sterker nog, ik zal het boek straks aan de portefeuillehouder overhandigen. Doe er uw voordeel mee. Het is 1 jaar geleden, voorzitter, dat ik in deze raad, ik schat 1 jaar geleden overigens. Ik moet u eerlijk toezeggen dat ik in de korte voorbereidingstijd niet heb gecheckt hoeveel tijd het precies was. Dat we in deze raad een motie Steenbreek aannamen. Een motie tegen de verstening van de openbare ruimte en een roep om meer groen. In gemeentes om ons heen zien we dat Steenbreek wordt aangegeven voor het opzetten van mooie acties. Zo zijn er gemeenten waar je een stoeptegel kunt inruilen voor een buitenplant. Ziet het college zoiets ook zitten en willen zij meer stappen zetten voor vergroening. In dat kader, voorzitter, zien wij ook dat gemeenten en provincies groene bushokjes willen. Dat zijn bushokjes met plantjes op het dak. De ChristenUnie refereerde er net ook al even naar. Een mooie stimulans voor de biodiversiteit en het geeft een leuke aanblik. Voorzitter, wil het college onderzoeken of dit voor Hardenberg ook iets is? Wil het college een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, uiteraard met de daarbij betrokken partners? Ik heb hier eventueel een motie over voor de tweede termijn. Verder, voorzitter, de schoolpleinen. Heeft het college daar een visie op? Is zij het bijvoorbeeld met GroenLinks eens dat die groener kunnen en moeten en dat natuurlijke schaduwplekken niet alleen fijn zijn, maar simpelweg hard nodig in tijden van steeds hoger oplopende temperaturen? En voorzitter, ik ga ook niet voorbij aan actualiteiten, de stikstofkwestie, ik ga hem toch nog even noemen. Natuurlijk moet er snel duidelijkheid komen.
Er moet tenminste een goede visie komen over hoe we het stikstofprobleem kunnen oplossen. En de bal ligt wel bij de provincie en het Rijk. Nadat we jarenlang goed weg zijn gekomen met de paswetgeving, is het tijd dat alles kan echt wel voorbij. Voorzitter, wat er voor mijn partij voorop staat, is dat de oplossing nooit ten koste mag gaan van de groene natuur. Wat kan de wethouder zeggen over het bericht dat de provincie een grote hoeveelheid bufferzone van Engbeek Venen wil schrappen? Voorzitter, GroenLinks kijkt graag positief naar de toekomst, de zin in de toekomst. De opgaven blijven duurzaamheid en ik sluit me wel aan bij de VVD dat daar wat weinig ruimte voor lijkt in de begroting, maar wij hebben daar wel vertrouwen in dat het toch nog goed komt. En ook de omgevingswet en de aardgastransitie, dat zijn wel de grootste opgaven. En daar is natuurlijk ook nog de burgemeesterszoektocht bij gekomen. Ik vind het mooi dat de stikstofwethouder, zo zal ik hem maar even noemen, voortvarend heeft opgetreden en zitting heeft genomen in werkgroepjes en in verbinding staat met het werkveld dat het hardste geraakt lijkt te worden. Voorzitter, dan sluit ik af met mijn tevredenheid over de ambitie van deze begroting. Wij hopen wel dat dit zo doorzet, zeker met de nog komende kunst- en cultuurnota. Die had ik namelijk nog niet genoemd, maar ook daar hopen wij op wat meer ambitie, want daar kan nog wel een tandje bij. Voorzitter, mijn fractie dient een aantal amendementen en moties mede in. Ik zal die niet allemaal noemen, maar ik wil niet afsluiten zonder dat ik nog specifiek de motie van de Partij van de Arbeid over het jeugdwerk noem, want daar is echt actie hard nodig. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. In deze digitale periode doet het goed dat drie van uw fracties in ieder geval wijzen op een boek wat de moeite wat lezen waard is. Dus wie volgt? De volgende termijn, de derde termijn, die staat in het teken van de tweede termijn. Met elkaar in debat gaan over de moties en amendementen en uw inbreng in eerste termijn. En de heer Boshoven die gaf net al een voorschotje. Daar waar hij refereerde aan het amendement dat door de PvdA ingediend is, daar van de jeugdzorg, maar er zijn misschien meer dingen die u met elkaar zou willen wisselen. En ik kijk even wie daar het spits af gaat bijten. Jezelf staan. Een debatje onderling, zoals dat heet. Ja, ik kan nog even een vraag aan de PvdA ten aanzien van het amendement. Wat wij van harte ondersteunen. Ik heb nog een tweetal suggesties om het enigszins te verbeteren. Er wordt gesproken om bij beslispunt 3 om de formatie op peil te brengen. Wij zouden het mooi vinden als daar komt te staan dat dat in lijn met de visie komt. En er staat bij beslispunt 3 ook de laatste zin over algemene reserve en structurele dekking van meerkosten. Wij zouden het mooi vinden om dat wat, nou ja, wat neutraler te formuleren en te zeggen wij zijn bereid om te investeren. Even formeel, er ligt een amendement dat ingediend is. U heeft daar uw steun aan toegezegd. Mocht daar een nieuw amendement komen van een gewijzigd amendement, dan horen we dat graag. Ik doe een suggestie om een aantal teksten van dat amendement te verbeteren. Ik heb uw mail nog ontvangen vanmiddag en ook even naar alle mede-indieners gestuurd. Dus het komt mij niet vreemd voor en ik wil wel reageren hoor. Ik vind de verbinding met de op te stellen visie een hele logische. En volgens mij zou dat qua inhoud van het amendement niet zoveel veranderen. De dekking vind ik toch ook wel een lastige. U geeft aan, het is wat neutraler om te zeggen wij willen daarin investeren. En ik zit wat meer op de kant van het is nu genoeg geweest. Er komt straks een visie, tenminste, daar ga ik vanuit. En dat moet niet onderin een laad terechtkomen. Daar moet wat mij betreft meteen een vervolg aangegeven worden. En dat is de reden waarom de algemene reserve als dekking is genoemd voor de meerkosten. Hè? Dus bovenop de 75.000 ja. euro die al in de begroting staat. Dat wil ik nog even benadrukken. En ik weet niet wat de andere mede-indieners vinden van uw voorstel, dus daar ben ik ook wat nieuwsgierig naar. Als ik nog even mag reageren, voorzitter. Ik snap heel goed, hè, en de vorige keer zagen we ook de drive en de passie die u heeft met dit dossier.
Daar hebben wij ook heel veel waardering voor. En wij zijn ook bereid om daarin te investeren. Maar het is een goed gebruik in onze raad om te zeggen, we maken een visie. En op basis daarvan gaan we de financiering doen. En het zou een omgekeerde route zijn om nu al te zeggen, we leggen de investering klaar. Ongeacht wat de uitkomst van de visie is. Nou, ik zou dat zelf, en vandaar ook die suggestie. Wij zouden dat beter vinden om diezelfde volgordelijkheid erin te houden. Maar wij onderschrijven, net als u, ook in de eerdere gesprekken, dat wij graag een investering zouden zien in het vergroten van de straathoekwerkers. Dat soort zaken. Maar goed, dat is even afhankelijk van de visie. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe andere partijen daarin staan. De heer Gelling steekt er vast zijn vinger op. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de voorzitter onderschrijft eigenlijk de woorden van de heer Sapsa. Vindt ook dat het college eigenlijk eerst een visie moet ontwikkelen. En die opdracht daartoe, die wordt heel duidelijk gegeven. De heer Van Kloekhorst heeft vorige keer ook toe opgeroepen. En dat raadsbreed gevoeld wordt. En we zijn met z'n allen weer aan Dalfsen geweest. En het belang daarvan is groot. Ik vraag me alleen ook af wat nou de meerwaarde is om het nu hier zo te noemen. Ten meer dat de visie komt en een bedrag ook volgens mij pas kan worden toegekend als je echt weet waar het over gaat. En wat dus ons betreft is natuurlijk wel heel erg voor de muziek uitlopen. De gedachte akkoord, de noodzaak volstrekt helder. Maar ik denk dat we ons als raad ook meer in het algemeen maar zouden moeten onthouden van het maar gewoon dan iets vinden en een bedrag aan toekennen. Het is beter om te weten waar je het over hebt en wat er uiteindelijk gevraagd wordt en het er dan over te hebben. Ja, voorzitter, even reagerend ook. Ik denk dat het eerste punt een goed punt is, feestelijk punt. Daar kunnen we ons denk ik prima in vinden. Het tweede punt zou ik eigenlijk ook wel even de reactie van het college willen horen. Kijk even rond, andere. Ja, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben daar ook mee ingediend. En wij hebben daarna gekeken, naar de vorige keer hebben we ook hetzelfde ongeveer ingediend, ook samen met de Partij van de Arbeid. En er staat gewoon gezamenlijk een visie opzetten. Dus dan moet je het ook goed, en dat verwachten wij ook, dat dan de opdracht voor de uitvoering van die visie ook duidelijk is voor ons college. Of voor de bepaalde wethouder die dit moet uitgaan diepen. Ja, en daar moeten we natuurlijk ook met z'n allen inschrijven wat we vinden dat we willen verwachten van deze visie. En dat het niet alleen maar formatie is. Ik vind wel dat de formatie op peil moet worden gebracht, maar dat we ook mogen verwachten dat daar een resultaat uitkomt. Anderen van u hierover, dit thema? Ik was even benieuwd of mevrouw Kelder onze mening deelde om te zeggen, je gaat eerst een visie vaststellen en daarna volgen de middelen. Nou, volgens mij was dat vorige voorstel ook al zoiets en dat is er nog niet. Dus vandaar dat we de zorg hebben of daar wel genoeg geld voor is om zoiets op te zetten. Dus vandaar dat we dit hebben gesteund. Ja, dat snap ik. Maar goed, onze reserve is van dermate niveau dat we voorlopig nog wel even genoeg geld hebben. Dus daar zou ik mij in die zin wat minder zorgen over maken, als ik u was. Dat klopt ook wel, maar we wilden er wel wat vaart achter zetten. Anders blijft het maar in het praten over, we moeten een visie maken. Ja, en ik heb ook nog gezien dat er nog ergens 90.000 euro wordt geschoven die gebruikt zou kunnen worden. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik vind dit best wel een lastige, want ik snap van mevrouw Kloekhorst de urgentie. En ik ben wel iemand van visie. Een visie hecht ik waarde aan. Alleen, ook ik sta eigenlijk een beetje op het punt van wat ik afgelopen week heb gehoord tijdens de oriënterende ronde. Het ligt stil en we willen verder. En die visie moet nog ontwikkeld worden. Ja, wanneer is die ontwikkeld? Misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen. Maar als dat op lange termijn is, dan sluit ik me toch aan bij mevrouw Kloekhorst. En dan ben ik wel van de... Het gaat wel om twee separate dingen, hè? Want er staat al 75.000 euro gereserveerd in de begroting. Wat mij betreft meteen starten, liever gisteren in plaats van morgen. Maar het klopt wel wat u zegt, mevrouw Verschuren, en ook wat mevrouw Kelder zegt.
het moet niet zo zijn dat we een visie gaan, hè, we gaan starten, ogen en oren op straat. Dan volgens mij staat dat buiten kijf en volgens mij wordt dat ook breed gedeeld. Maar er is ook nog wat meer nodig in het voorliggend veld. En daar is die visieontwikkeling volgens mij op gericht. En de reden waarom er nu een dekking in de algemene reserve in is opgenomen, heeft natuurlijk ook te maken, en dat is, zei mevrouw Kelder net ook al, het moet niet zo zijn dat het zoiets weer onderin de la komt, omdat er dan op dat moment geen middelen beschikbaar zijn. En dat is ook mijn angst. We hebben nu anderhalf jaar gewacht. Dat was ook op basis van de eerdere moties die zijn ingediend. En daar komt dit uiteraard vandaan. Dus ik snap ook de motivering vanuit de ChristenUnie. Zij zeggen van nou, hè, dat is hoe we het hier gewoon doen. Dit is hoe we het hebben afgesproken met elkaar. Maar in dit dossier komt het maar niet van de grond. En dan voel ik ook die aandrang om te zeggen van prima, dan gaan we nu gewoon zeggen het moet gebeuren. En wat er uit die visie komt moet meteen in de uitvoering gebracht worden. Als ik nog even mag reageren, voorzitter. Ik denk dat wij hetzelfde doel nastreven. Dus daar is in die zin niet zo de discussie over. Het is ook mooi dat in het amendement een deadline staat. Zoals aangegeven in de vorige discussie tijdens de oriënterende ronde hadden wij ook al actie verwacht op dit dossier. En maar wij hechten er wel waarde aan dat ondanks dat we ongeduldig worden en wat wij ook zijn, toch wel de stappen in de volgorde blijven doen die we met elkaar hebben afgesproken. En nou ja, wellicht dat we in een schorsing daar nog even met elkaar over gedachten van kunnen wisselen. 6 uur schorsing, dus wat dat betreft moet dat lukken. Ik kijk of er andere onderwerpen zijn die nu aandacht vragen over en weer. De heer Van der Wel. Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk vragen aan zowel op koers als de VVD. Ik weet niet wie het eerste... want het lijkt me handig dat ik dat even één voor één doe, want het zijn allemaal verschillende onderwerpen namelijk. Bij op koers dan de VVD. Nou, dan zou mijn vraag eigenlijk zijn, ik hoor eigenlijk twee dingen bij u. De eerste ding was de regio-deal. Ik proefde daar een beetje een gebrek aan enthousiasme langzaam, zeker over die regio-deal. Proefde ik dat goed? Als het mag, voorzitter. Ja, wij zien in die voorstellen niet echt Hardenberg naar voren komen. Wij moeten het dan weer terugverdienen wat we erin stappen. Dus vandaar. Hoe krijgen we dat in beeld? En heeft u daar zelf al een beeld bij? Nee, nog niet volledig. Maar ik bedoel, daar hebben we onze ambtenaren voor die dat uit moeten werken. Dus daar verwachten wij wat van. En voorzitter, andere onderwerp was toch even het MFA, de Krim. Ik kreeg de indruk dat mevrouw Kelder al wel enthousiast werd om daar toch al wat geld voor uit te trekken. Dus ik was even benieuwd of die indruk ook juist was. Nee, dat hebt u niet goed. We zitten echt op het punt van, nou, stel dat door die bouwkosten, dat omdat die 8% naar boven gaan, dat ze daardoor in problemen zouden komen. Nou ja, dan moeten we toch wat met elkaar, denk ik. Je kunt niet iets opzetten wat dan niet gebruikt kan worden doordat ze te weinig geld hebben. En heeft u ook al beeld bij mogelijke oplossingen hoe u dat denkt te gaan doen? Of moeten de ambtenaren dat ook gaan doen? Nee, dat hoeft niet per se. We kunnen dat... we gaan eerst natuurlijk uit van wat er vanuit de kracht uit de Krim komt. En dan kijken wat we kunnen doen. Ja, maar ik hoor u tegelijkertijd ook zeggen van we moeten ook wel een vangnet bieden. Dus dat klinkt een beetje dubbel. Ja, dat klinkt zeker een beetje dubbel. Dat komt ook omdat we het niet duidelijk in beeld hebben hoeveel dit zou kunnen worden. Oké. Voorzitter, dan mijn vraag naar de VVD als het mag. U gebruikt wel heel erg grote woorden, meneer Gelling, ook over het verhaal richting samen doen. Transparantie over cijfers. Ik voel daarbij eigenlijk wel de behoefte om in elk geval van de CDA-fractiezijde wel het vertrouwen in elk geval uit te spreken in het college daarin. Want het klonk bijna alsof u er geen vertrouwen meer in had. Voorzitter, nee, het was slechts een eenvoudige constatering dat er hier de vorige keer een discussie ontstond waarin het omgekeerd zo was. De wethouder zei dat hij de spullen verstuurd had en daar... bij mij bijna het vertrouwen neerlegde van nou, je moet beter opletten en de mail checken. En daardoor ontstond er een wat kriebelige sfeer.
En u bent het met me eens dat dan vervolgens een dag later die stukken verstuurd worden en dat er kennelijk een afweging is gemaakt om ze niet mee te sturen, alsof mijn computer niet genoeg bits en bytes zou kunnen verwerken dan wel mijn hersenpan beperkt is. Dat is een hele zorgwekkende overweging, maar niet anders dan gecorrigeerd. Maar ik vind er wel wat van dat de wethouder hier staat en zegt dat heb je wel gekregen, heeft niet gekregen. Overigens was heel duidelijk uit die mail dat dat niet aan hem lag, maar aan de uitvoering. Want de wethouder staat in de mail die u gelezen heeft, wist niet beter dan dat het verstuurd was. Ja, voorzitter, maar het was de bedoeling dat u het wel gekregen had. Hè? Dus met die intentie stond hier wel. Dus ik wil hier wel even uitgesproken hebben dat die intenties wel gewoon juist waren. Hè? Want die suggestie leek u een beetje te wekken, maar wie weet heb ik dat verkeerd begrepen. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat kan ook aan mijn hersenpan liggen natuurlijk. Even hoor, ik begrijp niet welke suggestie u nu bedoelt. Nou ja, dat hij, u zegt eigenlijk van, wethouder zegt er is iets verstuurd vervolgens bleek dat niet het geval te zijn, maar de intentie was er wel om dat te versturen, maar het was niet gebeurd en kennelijk was de wethouder daar een beetje verkeerd in voorgelegd, dus is er sprake van een miscommunicatie. En dat leek u wat groter te maken dan dat het was voor mij. Nee hoor, ik heb exact willen aangeven dat er inderdaad sprake was van miscommunicatie en... Waar u wel juist in constateert is dat ik dat wel betreur. Het is natuurlijk jammer dat je hier een discussie... Het is punt 1 jammer dat stukken niet verstuurd zijn, maar daar zijn we denk ik wel over eens. Nogmaals, ik twijfel volstrekt niet aan de intenties, want ik geloof absoluut dat de wethouder in de veronderstelling was dat het gebeurd is. Maar ik zou het zelf, als ik bestuurder was, even jammer vinden als vervolgens mensen die ik vraag iets te versturen daar een eigen afweging maken en dat niet doen. En dat is niet meer dan een suggestie en een tip om daar wellicht iets aan te gaan doen, want dat kan toch leiden... tot dit soort discussies. Nee, ik vond constateren dat het een misverstand hiermee ook wel opgelost is. Ja, volgens mij wel. En dat het volste vertrouwen er is. Dus dat is ook mooi. En dat het overigens ieders hersenpan ook alweer goed zit. Ja, dat is ook een geruststellende gedachte inderdaad. Maar uw verhaal riep bij mij wel eigenlijk een soort algemene vraag op. Wat vindt u eigenlijk wel goed gaan? Want ik vond het zo ontzettend negatief verhaal eigenlijk. Nee hoor, maar waar u een beetje aan moet wennen, en dat probeer ik ook in het begin aan te geven, is dat wij hier in een duaal stelsel zitten en dat het daarbij te doen gebruikelijk is om niet zoals u dat doet alleen maar complimenten uit te delen ter zake alles wat er gebeurt, maar ook wel iets van kritiek ter zake de uitvoering mag hebben. Dat ziet u gelijk als vervelend en ruzie en we vinden elkaar niet aardig, maar in dit huis worden wij betaald, meneer Van der Wel, om kritisch te zijn en te controleren of ons bestuur doet wat ze doen. En dat placht ik hier te doen. En op mijn vraag, voorzitter, als ik mag, wat er dan wel goed gaat. Nou, ik heb u al breed gecomplimenteerd met de schuldquote. Dat was 6 jaar lang mijn item en daarmee gaat het fantastisch. U zit nog wel boven het gemiddelde, maar die is enorm afgenomen. Maar ook daar een kritische kanttekening, dat was niet de bedoeling. Dat is u gebeurd, omdat u telkens veel beter realiseert dan dat u begroot en dan niet anders kan dan dat daarmee de schulden af te lossen. Maar dat is een hele prettige bijkomstigheid. En verder, meneer Van der Wel, als ik mag, vind ik dat er heel veel goed gaat. Ik vind alleen dat het mijn taak is om die paar dingetjes er niet goed gaan. En het was maar 1,5 A4'tje met lettertype 12, dus we hebben het over. Dat is op 700 miljoen aan uitgaven voor 4 jaar niet zo heel erg veel. Dat de beste dingen goed gaan. Het neemt alleen niet weg dat ik wel echt zorgen heb om de beperking in de ruimte die er is voor de komende 4 jaar. En dat ik dat eigenlijk heel jammer vind, dat heb ik bij de kadernota ook al gezegd. U doet uzelf daarmee tekort namelijk, want zou u wat meer ruimte creëren, dan had u ook veel meer mogelijkheden om nog wat grotere investeringen te doen. Daarbij denkend wellicht aan een stationsomgeving of iets dergelijks. En daarom ook de vraag, en daar zou ik het graag over willen hebben, bent u niet met mij eens dat het inhuren, en 10% is een norm, ik hoor mevrouw Kelder net zeggen, nou daar zitten we met meer dan 100% boven. Zou u het niet eens interessant vinden om het ruimte te creëren door juist heel veel vertrouwen te geven aan de ambtenaren die wij hier hebben? Door niet voor alles wat er moet gebeuren iemand in te huren, maar juist dus te accepteren dat mensen dat zelf gaan doen. Ze vertrouwen te geven en ervoor te zorgen dat we van die 7 miljoen wat structureel over gaan houden. Dat lijkt mij nou een discussie die we zouden moeten gaan voeren. En niet zozeer of we nou 50.000 hier en daar gaan invullen. Er ligt een hele grote kans om eens met al die mensen die u hebt, hè, en vergeet u niet, we zijn met veel meer ambtenaren uit de BO aangekomen dan dat we erin gingen. En u zou er goed aan doen om daar eens een fantastisch team van te maken van mensen die die uitvoering gaan geven aan de plannen die deze gemeente maakt. Ja, hij doet het hier. Ik heb nog verder vragen aan de heer Stelpstra. Ja, ik heb nog een tweetal vragen voor de heer Gelling.
Als eerste of hij mijn mail ook heeft ontvangen met het manifest. Als meneer Zelfs dat nu verstuurt, het niet, want ik heb geen internet. Ik ben nog verbonden door middel van het gratis het net hier. Maar veel meer heb ik ook niet. Oké. Nou, dat is jammer. Maar, mooi is dat, hè? Dan ik ga morgen bekijken. Een tweede vraag gaat over de motie ten aanzien van Kating en Veld. Ik heb begrepen dat u die eerder wou indienen, maar dat niet heeft gedaan, omdat dat onderzoek al lopende was. En nu dient hij hem in voor een onderzoek wat al lopend zou zijn, of begrijp ik dat verkeerd? Voorzitter, ik zal proberen zo zorgvuldig mogelijk te formuleren om te voorkomen dat er enige illusie ontstaat van wantrouwen of iets van die aard. Maar neemt u mij niet kwalijk als ik toch een paar dingen moet gaan vertellen. Die motie is toenertijd ingediend door het CDA en de VVD omdat wij vanuit Balburg heel duidelijk de opmerking kregen van gaat dat wel goed met de ontsluiting van het Katingenveld? Ontstaat daar geen ongevaarlijke situatie? Die is toen overgenomen, heel geloof ik. Dan wordt die niet in stemming gebracht, maar zei de wethouder, daarmee gaan we aan het werk. En op vragen die in de O-ronde gesteld zijn ter zake de uitvoering daarvan, vond mijn fractie in ieder geval dat dat onbevredigend was. In die zin dat daarmee, en ik formuleer weer heel voorzichtig, de suggestie werd gewekt, ja, ik heb het wel gevraagd, maar de provincie doet het niet. En we wachten nu maar op wat er gaat komen en zou er dan alsnog een onveilige situatie ontstaan, dan kan ik dat als kapstok gebruiken om weer terug te gaan naar de provincie. Nou, nu, dat vinden wij een wat al te voorzichtige manier van doen. Wat ons betreft mag er wel iets meer druk gezet worden bij de provincie. En een van de tips die dan daarbij nu meegegeven is, wellicht is het goed om zelf eens een klein onderzoekje te doen naar de veiligheidssituatie zoals die ontstaat. En dan toch echt weer heel dringend terug te gaan naar de provincie. Want het lijkt onze fractie in ieder geval totaal onwenselijk om de mogelijkheid open te houden dat er mogelijk een onveilige situatie ontstaat na de aanleg zoals die nu voorgenomen is. Voorzitter, als u het goed vindt, Rolf, wil ik daar even op reageren. Het klinkt misschien wel wat formalistisch, maar ik zou dan het dictum aanpassen, meneer Gelling. Want wat er nu staat is dat het college opgedragen wordt te onderzoeken hoe bedrijven gevestigd ter hoogte van het industrieterrein Katingenveld, die straks gelegen zijn aan de enkelvoudige parallelweg, ontsloten kunnen worden via de Katingenveldweg. Wij hebben begrepen dat dat onderzoek destijds, toen u die motie indiende, gaande was. We hebben vorige week begrepen dat dat onderzoek, of dat de portefeuillehouder wel helder heeft hoe het kan. Het is dus niet zozeer de vraag hoe het ontsloten kan worden. De vraag is hoe gaat het gefinancierd worden. Dus als u deze motie wilt indienen, zou ik, als ik u was, het dictum wijzigen. Want zoals het nu staat, is het lastig. Maar voorzitter, wij zijn als liberalen heel flexibel. Als wij met het wijzigen van het dictum kunnen komen tot een gezamenlijke en raadsbreed gedragen oplossing, willen wij daar graag een paar minuutjes van de schorsing voor gebruiken. Prima. Ik krijg het gevoel dat die schorsing heel belangrijker wordt, zoals vaker. Ik zie wel een dilemma, een klein dilemma, dat wil ik met u delen. Het is nu bijna 5:30. Ik weet niet of er nog veel vragen over en weer zijn. Anders zou het wellicht de moeite waard zijn om de eerste termijn van het college nu te gebruiken voor de antwoorden en daarna tot schorsing over te gaan rond 6:00. Is dat het geval? Dan geef ik nu het woord aan mevrouw de Breukelman. Voorzitter, misschien is mijn beeld verkeerd hoor, maar mijn gevoel zegt dat we wel eens heel snel uit kunnen zijn met elkaar. En dat we misschien het wel zelfs helemaal af kunnen maken en dan gezellig met elkaar nog wat kunnen eten. Maar dat puur mijn gevoel. Ik weet niet of dat gedeeld wordt. Maar... Zullen we eens beginnen met de eerste termijn van het college? Dan kijk even of er een behoefte is tot schorsing vooraf. Niet dat zegt nou, nee? Nee, Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, na de algemene overhoring van vorige week zaten wij meer te denken aan 8:30 om te beginnen met onze inbreng. Maar 6:30 is ook prima, even schakelen voor ons, maar dat geeft helemaal niet.
Dank voor de algemene beschouwing, zeg ik maar namens het college. Zowel de complimenten, maar ook de kritische noten. Dat brengt ons ongetwijfeld weer verder. Ja, er zijn in die eerste ronde van uw raad niet heel veel vragen gesteld. Of geen enkele, dan hoor ik hier zelfs aan deze zijde. Maar wel een aantal opmerkingen gemaakt en ook wat moties en amendementen. Ik denk wel dat het goed is dat we daar even bij stil gaan staan. Nou, als ik dan kijk naar die moties en amendementen, uiteenlopende onderwerpen, niet zozeer in mijn portefeuille, maar wel ook met een aantal financiële raakvlakken. En natuurlijk treft u tegenover u één college dat met één mond spreekt, één team, maar wel met ook verschillende rollen daarin. En één van die rollen is ook de financiële huishouding hier. En ja, het heeft mij wel een klein beetje verbaasd dat een aantal punten uit die moties en amendementen nou ja, niet helemaal in overeenstemming zijn met een aantal suggesties die vorige week gedaan zijn. Want ik had er eentje opgeschreven vorige week en u moet zelf maar raden van wie die uitspraak is. U doet geen enkele, maar dan ook werkelijk geen enkele moeite om middelen van de gemeente te besteden. En als ik dan nu kijk naar een aantal moties en amendementen, dan zie ik daar best een aantal financiële uitnamen die hun beslag maar moeten vinden in het rekeningresultaat van de meerjarenbegroting ofwel in de algemene middelen, waarvan ik dan denk, nou, zoveel moeite doet u ook niet om een dekkingsvoorstel te vinden. Nou, dat maar even als opmerking vooraf. Want als je even kijkt naar bijvoorbeeld het amendement voor de mantelzorg, maar ook het amendement voor het jeugdwerk, maar ook de motie voor het vrijstellen van leesjes voor de gehandicapte parkeerkaart. Ja, als ik die bij elkaar optel en ze financieel vertaal, dat betekent wel dat u in uw meerjarenbegroting zo een bedrag tussen de 150.000 en 200.000 per jaar structureel in de min gaat. Of in ieder geval moet verrekenen met uw meerjarenbegroting. Dus ja, ik wil die toch nog wel even bij u neerleggen, ook omdat er gezegd is, zojuist, het is een goed gebruik om eerst een visie te hebben en dan met middelen te komen. Nou, de collega's zullen zometeen ook nog wel even ingaan op de inhoud van die motie en die amendementen. Maar ik vind wel dat als we kijken naar de resultaten van onze financiën, niet alleen in het eerste jaarscirkel, maar ook in de drie cirkels daarna. Ja, we hebben als college ook de brief van de VNG aan u toegezonden. Juist omdat daarin stond, let op, er zijn nog wel wat risico's als het gaat om de uitkering van het gemeentefonds. Er zijn nog wel wat risico's ten aanzien van de kosten in het sociaal domein. En wat ik zelf ook wel een hele belangrijke vind, ja, als het economisch even weer een keer wat minder gaat, dan betekent dat ook iets voor de uitgifte van woningbouwkavels, van bedrijfskavels. En daarom had het college ook in de opzet van de begrotingstukken een zoektocht gedaan in Oud voor Nieuw om ervoor te zorgen dat er wat extra middelen ter risicobescherming beschikbaar waren. Voorzitter. Ja, dank u wel. Ik was even benieuwd, hè, voordat u overgaat naar een ander onderwerp. Ik hoorde al een bruggetje aankomen. Overigens heeft u een prachtige stropdas om, maar dat even terzijde. Hoe kijkt u tegen het textuele voorstel aan ten aanzien van de jeugdzorg, hè, waarin we zeggen we zijn bereid erin te investeren, dus het niet zo vast te leggen hoe we die investering gaan dekken, want ik deel uw zorgen over het toekomstig perspectief, maar we hebben wel hier in de breedte geconstateerd met elkaar dat we actie willen nemen op dit dossier. Mag ik daarop aanvullen? Er ligt gewoon al twee keer een toezegging van het college om het te regelen. Voorzitter, laat ik voor opstelling dat ik met de keuze van de DAS geen kleur beken. Het is wel zo dat wanneer we als je in de eerste tekst, die 75 daarna structureel door gaat tellen, dat iets betekent voor je begroting. En ja, op de inhoud zullen we er zometeen ook nog even verder op ingaan. Maar een tekst die zegt, ga nou eerst met die 75 van het eerste jaar aan de slag en kijk hoe je dan tot een structurele vertaling moet komen.
Want dat is dan even in mijn eigen woorden de vertaling wat je dan moet doen. Het zou ook vanuit financiën veel makkelijker mee kunnen leven. Dus ja, inderdaad, dan zou dat meer comfort geven. En op de inhoud zullen we zometeen ook nog even stil gaan staan. Maar hetzelfde geldt ook wel een beetje voor het amendement rondom de mantelzorg. Want daar wordt dan het bedrag dat in oud-vernieuw was opgenomen gehalveerd. Vraag ik me daar ook een beetje af van, ja, maar hoe zijn we dan nu tot die 75 gekomen? En ligt daar dan een wel of geen plan onder? Dat is mooi dat u dit aansnijdt. Vandaag ook weer in de krant veel rondom dit dossier, waarin landelijk wordt geconstateerd dat gemeentes te weinig doen om de mantelzorgers te ondersteunen. Het lijkt ons dan voor nu ook te prematuur om te zeggen, we gaan deze bezuiniging inboeken. Ook met, en dat hebben we ook proberen aan te geven, met de uitdagingen die wij zien en ook voor de rol van de mantelzorgers in de toekomst, denken we dat het beter is, vanuit een soort voorzichtigheidsprincipe, dit te halveren. Als u zegt, het is beter om helemaal die bezuiniging terug te draaien, dan vinden wij dat overigens ook prima, als dat uw suggestie is. Ja, voorzitter, de collega's gaan soms ongetwijfeld in op de inhoud van de mantelzorg die ook verleend kan worden. Alleen wat je nou in die discussie van oud voor nieuw gedaan hebt, waar zit ruimte in de begroting die je nog in kunt vullen? En volgens mij is het dan zo, maar daar zal zometeen ongetwijfeld een verder antwoord op komen, dat in het huidige pakket wat we aanbieden aan mantelzorgers, dat daar dat hele bedrag niet voor benodigd is en dat daar dus die 150 aan ruimte uitkomt. Dan zegt u, ja prima, maar willen we bijvoorbeeld ook iets doen voor respijtzorg is het geloof ik. En dus willen we daar die 75 weer voor reserveren. Dan zeg ik, nou volgens mij is het college ook helemaal met u van mening dat daar best nog een inzet gepleegd zou kunnen worden. Dat horen we ongetwijfeld zometeen ook terug. Alleen vraag ik me wel even af, ja, hoe komen we dan nu tot de onderbouwing van die 75? Hè? Dat is dan ook een beetje... Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Ook een aanvullende vraag eigenlijk aan meneer Selfsa, want wat ik niet begrijp is dat hij ter zake jongerenwerk zegt, moeten we daar niet eerst een visie en een plan van maken om vervolgens te komen tot een financiële invulling en het omgekeerd niet doet als het de mantelzorg betreft. Vindt u ook daar niet dat u gewoon, want het college is duidelijk geweest in zowel de bestuursrapportage als in de navolging van de begroting, moet u daar niet afwachten wat het college vindt van mantelzorg en dan een invulling geven en een bedrag daaraan toekennen? Ik snap wat u zegt. He, maar we hebben het hier over een budget waarop bezuinigd wordt, waarvan wij denken dat daar nog een hoop uitdagingen op die portefeuille komen. Dus wij zien daar nog wel kosten komen. Dan lijkt het ons beter vanuit een soort voorzichtigheidsprincipe om die bezuiniging niet in te boeken. Is het een bezuiniging of was het niet nodig, het bedrag in de afgelopen periode? Want daar zit natuurlijk voor de allocatie van gelden wel een behoorlijk verschil in. Misschien kunt u dat antwoord geven vanuit de financiële systematiek. Ja, dat kan. Met het huidige pakket wat we aanbieden aan mantelzorgers hebben we die 150 niet nodig. En daarbij hebben we ook als college gezegd, ja, wij snappen ook wel dat we nog op dat punt van de respijtzorg wat extra's willen doen. Alleen moeten we wel even kijken van ja, laten we eerst met een goed plan komen en dan met de middelen. Ja, daar ben ik het ook met u eens. Hè. Laten we het vooral niet gaan uitgeven zonder plan. Maar ook gezien de aandacht in de media, ook weer vandaag, lijkt het ons goed om die bezuiniging niet in te boeken zo volledig. Maar daar nog eens goed naar te kijken. Als ik deze lijn zou doortrekken, meneer de voorzitter... Ja, kijk even of wat handig is. Of we dit bewaren voor de volgende termijn en de wethouder het gaan laten afmaken. Nou, dat weet ik niet, maar in die zin vind ik dit een interessante discussie. Want als we het hebben over een strategisch adviseur, dan schuiven die middelen wel door. Waarvan je ook zou kunnen zeggen, dat is formatie gereserveerd voor een bepaalde tijdsperiode en is niet ingezet. En dat schuiven wel net zo hard door. Dus in die zin is het een hele lastige discussie. Ja, voorzitter, ik wil me ook niet te veel tegen de inhoud aan bemoeien, want dat komt zo meteen wel terug. Maar het is wel zo, ja, die strategisch adviseur, dat waren dan incidentele middelen. Hier gaat het om een structurele post. En als je hem puur vanuit de financiën aanvliegt, dan is het niet zo dat wanneer je die 150 ervan afhaalt, dat daarmee nu ook gesneden wordt in datgene wat we op dit moment aan mantelzorgers aanbieden. Dus misschien is het, ja, de term bezuiniging niet helemaal op zijn plaats.
Maar u maakt daar ongetwijfeld uw afweging in. Nou, dat... Voorzitter. Dankjewel. Wat ik nog meer wil geven is dat die halvering, die bezuiniging die nu wordt gedaan, hoe we er ook tegenaan willen kijken, dat de groep mantelzorgers zoals die nu is, dat die in de verloop van de tijd alleen maar groter wordt. Zeker tot aan 2040 zal die groep steeds meer gaan vragen. Dus als we nu gaan bezuinigen, het bedrag gaan inleveren, hoe staan we dan met een jaar? En moeten we dan misschien dan weer aan de bel trekken? Dus ik vind wel dat er verder gekeken moet worden dan aankomend jaar. En dankjewel. Volgens mij een goede opmerking waar we zo meteen even op terug kunnen komen. Ja. Goed, dan hebben we nog, Belk heeft nog meer een financiële consequentie, dat is dan de motie over de gehandicapte parkeerkaart. Want daarvan zegt u eigenlijk, wil die voor de hele categorie doen. Nou, dat betekent ook iets in financiële zin en die moet dan ook maar die moet het college dan maar binnen haar eigen begroting oplossen. Ja, nou... Het is volgens mij geen schrikbarend bedrag, meneer de voorzitter. Ik kan mij in het huis ooit een discussie herinneren over een informatiepunt. Dat ging toen over 10.000 euro. Daar hebben we het heel lang met elkaar over gehad. Misschien wel anderhalf uur. En wat dat betreft is dit bedrag anderhalf keer zo groot. Volgens mij was u toen fractievoorzitter, of niet? Ja, dat kon wel eens kloppen, voorzitter. Goed. Voldoende, denk ik, vanuit de portefeuille financiën. Ja, het CDA stipt nog wel even aan. Hoe zorg je ervoor dat je goed aangehaakt bent in die discussie rondom de herverdeling van de uitkering gemeentefonds? Dat doen we via het platform Financiën, proberen we onze inbrengen te hebben. Maar ik vind ook wel, en hebben we in het college ook over gehad, van hoe zorgen we dat we onszelf goed positioneren. U noemde al even de G4 en de G40 volgens mij. Maar ik zie in de landen wel dat er zowel via de VNG een lijn wordt uitgegooid, maar ook in de G4, in de G40, maar ook in de M50, in de P10 hebben we allerlei van die verzamelingen, gemeenten. En ik vind het ook wel een mooie uitdaging om eens te kijken of wij bij een van die vier nog wat nader aan kunnen haken. Ik begrijp dat er wat voorwaarden zitten aan deelname, onder andere bij een P10, maar... Ja, voorzitter, nou, ik zou me kunnen voorstellen dat u verbinding zoekt met gemeentes van een gelijke schaalgrootte. Almelo heeft ook 60.000 inwoners, noem er maar één. Dat u met dat soort gemeentes probeert om samen op te trekken, om toch een vuist te maken, zodat u niet aan tafel komt als de taart al op is. Ja, zeer zeker. En wat daarbij ook wel een hele belangrijke is, dat je niet alleen kijkt met gemeenten van dezelfde omgang, maar ook uit hetzelfde... landsdeel noem ik het maar even. Want wat zie je af en toe wel een klein beetje gebeuren? Dat er een aantal gemeenten in de Randstad zeggen in die discussie over het gemeentefonds van ja, wij willen dat de rest van Nederland solidair gaat zijn op het punt van het sociaal domein. Want zij zeggen de problemen in het sociaal domein zijn hier nog net iets groter financieel dan dat ze in de andere provincies zijn. En dan denk ik wel eens van ja... Daar moet je heel erg opletten en daar heel veel tegengas op geven. Maar als we de discussie gaan vernauwen tot één onderwerp in de uitkering gemeentefonds en we gaan daar solidair met elkaar zijn, dan denk ik, ja, dan moeten gemeenten in de Randstad ook solidair met ons zijn als het gaat om problematiek met plattelandsscholen en dat soort problematiek die ze daar niet kennen. Hè. Dus daar moeten we met elkaar alert voor zijn, dat we daar niet te ver in meegaan. Maar dat proberen we dus ook in die verschillende GMA te doen, voorzitter. En voor de rest waren er voor mij geen vragen. Dank u wel. Wethouder Ter Rietstap. Dank u wel, voorzitter. Ook bijzonder weinig vragen. Op koers had een concrete vraag hoe we het succes kunnen maken met de ambtelijke inzet. En dat we daar inderdaad, de eerste lichting hebben we hier vorige keer ook over gesproken. En we zeggen naar de toekomst toe moet het echt wel een slag verder gaan. En daar hebben we ook wel hoop op en daar hebben we ook inzet over. En daar heb ik ook toegezegd om daar met u ook nog een keer het gesprek over te gaan voeren. Waar dat dan zou zitten, ook over hoe wij als Hardenberg daarin staan. De jeugdzorg kwam overigens op meerdere punten terug. Maar die heeft zo'n nadrukkelijke relatie ook met veiligheid en met het welzijnswerk in de volle breedte. Dus daar komen collega's van mij op terug. Ten aanzien van de Katingenveld. Ik vond de... De oproep die de ChristenUnie deed richting de VVD om nog eens even te kijken in hoeverre het heel erg ondersteunend zou kunnen zijn. Ook in ons gesprek richting
de provincie bijvoorbeeld, om die deal in de rug te hebben, juich ik het van harte toe. Dus in die zin, ik begrijp dat ergens een iets aangepaste motie wellicht wordt. Maar als je erover nadenkt hoe die ons ook zou kunnen helpen richting de provincie, vandaag nog met de gedeputeerden ook hierover gesproken dat dit eraan komt, van jongens, hoe vliegen we dat aan? We merken dat het er is, wij zien die noodzaak wel. En het kan niet zo zijn dat iemand in één keer die noodzaak niet ziet. Dus laten we eens even kijken hoe die motie daarin dan ook versterkend zou kunnen zijn. Dus dan zou ik dat van harte toejuichen als je ook vanuit de raad kwam voor mijn rol ook richting de provincie. Dus daar ben ik positief over. Voorzitter, een klein vraagje. Onze handtekening stond er ook onder. Ja. Heeft u daar zelf al een suggestie voor hoe wij u daarbij van dienst zouden kunnen zijn? Even kwamen de financiën kwamen, hè, van hoe zorg je dat je die financiële vragen op tafel krijgt. De noodzaak, nou laat ik het zo zeggen, er ligt nu een motie. En dan denk ik van ja, dat helpt mij niet richting, omdat het een aangehouden motie is en we feitelijk dat hebben uitgevoerd, dan helpt mij dat niet. Dus we moeten, en toen kwam de suggestie vanuit de fractie van de ChristenUnie, van, ja, zou u dan niet iets meer over de financiering en wat je eigenlijk precies verlangt van de provincie en eventueel waar je zelf, want laten we ook niet vergeten, bedrijven ook bereid zijn om te investeren. Hè. Die gaan heel veel in hun eigen, rond hun eigen bedrijf aan de slag. Ze willen eraan meewerken. Wij zullen wellicht ook wel een verlies moeten, ergens moeten pakken als het gaat over Katingenveld en minder uitgeefbare grond. Hè. Want je moet met die herstructurering. En dat je met elkaar zegt van, nou, wij durven daar zelf ook een A in te zeggen. Maar wij verlangen bijvoorbeeld dat de provincie daar toch op zijn minst ook B in zegt. En dat er nooit de discussie of het nu wel of niet onveilig zou zijn. En wat ik vorige keer heb aangegeven, loop anders niet, als je dat niet wil, en dat je zegt, we verlangen het volledig van de provincie, moet je ook niet te veel voor de muziek uitlopen, want de provincie is nog niet zover. Dus ik zit een beetje in die lijn dan hardop met u nu te denken. 50PLUS vroeg of het ouderenakkoord een toezegging was. Ja, dat is een toezegging, dus dat mag u verwachten en ook gezien waar wij met elkaar het gesprek over voeren. En dan heb ik volgens mij, en dat zou je ook over heel veel verschillende portefeuillehouders kunnen verdelen, nog de bushokjes van GroenLinks. Hè. Want eerst is even nagevraagd bij ons van, ja, maar van wie zijn die bushokjes eigenlijk? En die zijn van verschillende eigenaren, maar ook wel een aantal van ons. Dus ik zou u wel de toezegging willen doen om eens te kijken of wij daar, iets mee kunnen. Ik moet wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik er nog niet heel veel beelden bij heb en hoe dat dan precies zou moeten. Maar u hebt hem enigszins geduid in uw motie, dus, of in uw aangekondigde motie. En voorzitter, als ik mag. Ik heb inmiddels mijn hele tablet vol met foto's van andere gemeenten en hoe dat er dan uitziet. Dus als de wethouder daar hulp bij nodig heeft. Dan kunnen wij ons daar ons licht nog eens opsteken hoe we dat zouden moeten doen. Die zijn dus ook van de gemeente, niet van de provincies. Ja. Nee, maar daar zou ik eigenlijk zeggen van, daar willen wij wel eens een keer naar kijken. Als u zegt van, hey, dat vinden wij een mooie bijdrage, een zichtbare bijdrage. Ook aan de verhoging van de biodiversiteit. En er zijn goede voorbeelden van, uiteraard, dat wij daar ook mee aan de slag willen. En u noemde aan het eind nog iets over het schrappen van bufferzones bij Emberdijksvenen. Nou, een paar stoeltjes verder zit iemand die weet er nog veel meer van dan wie dan ook. Ik weet dat er vrijdag een werkbezoek is van de gedeputeerden. Misschien met deze boodschap. Maar daarbij zeg ik dan eerlijkheidshalve, die heeft ons nog niet bereikt. En ik zal in ieder geval van wat u nu naar ons toe aangeeft, ook eens bij de bestuurlijke adviescommissie eens even neerleggen. Van, is dit daadwerkelijk zo? Dus ik kan daar verder nu inhoudelijk niet op reageren, omdat het voor mij nieuwe informatie zou zijn. Als ik mag aanvullen, ik kan zeggen dat dat niet het geval is. Ik hoop al een aanvulling vanuit uw kant. Dank. De heer Ten Katen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb denk ik twee onderwerpen waar ik iets over kan zeggen. Dat is de motie gehandicapte parkeerkaart. Ja, het zal u niet verbazen dat er vanuit het college geen andere reactie komt dan bij de O-ronde. Het college stelt zich nog steeds op het standpunt dat het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen. Dat is tenminste het uitgangspunt en daarom hebben wij ook verwezen om de financiële dekking in het minimabeleid te vinden. Dat kan tot 130%. Ja, en verder sluit ik aan bij datgene wat collega Breukeman erover heeft gezegd. Ja, dit gaat dan geld kosten wat we niet in het minimabeleid kunnen doen. En hoe gaat de raad dit dan dekken? Dat was als opmerking bij de gehandicapte parkeerkaart.
Voorzitter, dank voor de goede reacties ten aanzien van de matrix. Ik ben zelf ook blij dat we dat naar voren kunnen halen. En ik wil u ook nog deelgenoot maken van het feit dat we ook hebben gekeken hoe we maatregelen kunnen nemen om moties en toezeggingen scherper voor de bril te hebben, zodat we ook de volgende keer daar op een goede manier mee kunnen omgaan. Dat is eigenlijk wat ik heb te melden, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter. Voorzitter. De heer Jonkans? Nee, de heer Stelstra. Ja, goed, wat ons betreft kunnen we dit gewoon gaan dekken. En anders weet ik nog ergens 90.000 euro. Voorzitter? De heer Gelling. Ja. Voorzitter, wellicht ongebruikelijk, maar gezien het grote tempo dat de heer Van der Wel hier aan de dag legt om na 6 uur niet meer terug te komen en het onderwerp nu behandeld wordt, zou u wellicht wat ruimte willen geven aan de minister van Gehandicaptenzaken om hier eens wat over te vertellen en hoe we dit moeten duiden, deze kaart, en het al dan niet onbetaald maken daarvan? Die denk ik bijna niet te weerstaan is. Ja, voorzitter, volgens mij moet ik maar alles uithouden. En ben ik buiten dit huis minister van Gehandicaptenzaken, ben ik hier raadslid. En daar wil ik het graag bij laten. Zeker. Voorzitter. Aangezien wij de indiener van de motie hier zijn, onze overweging was, en het staat ook denk ik vrij duidelijk in de motie, dat natuurlijk zijn wij ook voor het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Alleen hier gaat het om gebruik van openbare ruimte, waarvoor een groep, in dit geval minder valide mensen, meer aan parkeergeld uitgeeft dan wij allemaal die wel valide zijn. Omdat zij een kaart moeten kopen die ze achter hun voorruit kunnen leggen of achter hun achteruit kunnen plakken, dat maakt me allemaal niet uit. Dus dat is het verschil. Ik bedoel, als u en ik een rollator nodig hebben, meneer Gelling, dan kunnen wij die zelf betalen en doen wij geen beroep op middelen, bijvoorbeeld van de gemeente of een verzekering of wat dan ook. Maar dit gaat om gebruik van de openbare ruimte. Maar wat ook een belangrijk argument, omdat, ja, dank voor deze aanvulling, ook de mensen met zo'n gehandicapte parkeerkaart betalen ook gewoon namelijk hun parkeergeld, net als wij allemaal. Dus ze betalen meer dan wij. Dat is één. Maar twee is belangrijk, en dat staat ook in de motie. Wij zijn vorig jaar, en daar heeft meneer Brink ook een groot aandeel in gehad. Overigens destijds meneer Wilts van onze fractie ook. Zijn wij uitgeroepen tot veel meer mensen binnen deze raad. Hou eens op. Erika ook. Wij zijn uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. En in dat opzicht hebben wij een bepaalde reputatie hoog te houden. Wat voor ons, en ik denk voor alle mede-indieners van deze motie, een belangrijke overweging was om hem mede te ondertekenen. Dat zijn eigenlijk gewoon de twee belangrijkste argumenten daarin. Voorzitter, mag ik nog één opmerking namelijk maken? Ja, misschien één korte vraag, want we zijn nu bezig met de eerste termijn van het college. En er komt de volgende termijn weer voor de raad. Nee, maar het is nu ter sprake. En ik wil ook wel wachten, maar het is nog geen 6 uur. Maar we hoeven niet om 6 uur klaar te zijn. Nee, maar maak die opmerking dan. Even kort, ik begrijp overigens meneer Brinko dat hij zegt van, joh, laat me even zitten hier. Maar wat ik interessant vind aan de opmerking van mevrouw Hof is dat hij zegt van, ja, als ik een plat vertaal, als je gehandicapt hebt, heb je geen keuze. Hè, dus je moet die kaart kopen. Nou is mijn vraag wel, stel nou dat ik aan een straat woon waar bijvoorbeeld betaald parkeren wordt ingevoerd. Hè, dan heb ik ook geen keuze, dan moet ik ook een kaart kopen. En dat was eigenlijk bedoeld aan meneer Brink, in hoeverre is de behoefte om daar zo'n uitzonderingspositie voor te gaan maken. Is dat een uitzonderingspositie of zegt u van, nou nee, ik vind dat, hoe sympathiek ook hoor, en wij dienen mede in. Maar dat is toch een principiële vraag die ik graag dan maar aan u stel in deze. Ja, voorzitter. De heer Van der Wel. Ik wil er graag even op reageren, want ik vind het inderdaad wel mooi om de rollen zuiver te houden. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als u ergens gaat wonen, dat een keuze is. Gehandicapt zijn is natuurlijk geen keuze en dat is volgens mij het verschil. Maar ik bedoel dan anders, voorzitter. Als ik ergens woon, wat in Hardenberg gebeurd is, en ineens heb ik betaald parkeren voor de deur, waar ik een parkeerkaart voor kan krijgen, heb ik ook niet niks gekozen. Ja, ik ga even, want u haalt uw argument van net. Dus, Ja, Van der Wel had het niet helemaal goed begrepen. Dus vandaar dat ik nog even wat uitleg daarvoor gaf. Ik denk, mevrouw Verschuur.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik denk dat we hier iets niet moeten vergeten. We hebben hierover een gehandicapte parkeerkaart. Die wordt, wordt aangevraagd. Een medisch arts komt hierbij kijken. Op het moment dat die kaart wordt aangevraagd, wordt daar geld voor betaald. Een kaart wordt uitgegeven of voor een jaar, of voor een 2 jaar, of voor 3 jaar. Een arts die doet daar dan, die zegt daar iets over. Op het moment dat een kaart afgegeven wordt voor een jaar, en maar een jaar daarop wordt die afgerond. Maar blijkt dat diegene nog een beroep moet doen op die gehandicaptenkaart, moet die kaart weer opnieuw aangevraagd worden. En naar mijn weten, ik heb onlangs iemand gesproken in Bruchtenveld, en die gaf ook terecht, ja, die gaf aan, dan moet die alsnog weer opnieuw aangevraagd worden en komen er weer opnieuw kosten bij kijken. Nou, ik vind het een kwalijke zaak. Ik leg hem even neer. De wethouder gaat die door met uw betoog en hij komt terug in de volgende termijn. Voorzitter, ik was eigenlijk al klaar met mijn betoog. Ja. Dan gaat u wisselen met mevrouw Luijten. Dank u wel. Voorzitter, volgens mij ben ik hier snel klaar. De enige echte vragen zijn gesteld door de VVD over de onderwijshuisvesting. En ik vat dat maar even samen, of tenminste ik noem even letterlijk waarom wij hier afwijken bij de ondergrens van het leerlingenaantal als wij scholen willen openhouden. Nou, dat doen wij niet zozeer, voorzitter, maar dat doet de school, besluit dat zelf. Dus dat gaat als het een stichting is die meerdere scholen heeft, dan kunnen ze daar ook nog onder de ondergrens middelen om dan toch die vestigingen open te houden. En u vroeg, als ik het goed heb, waarom er geen school is in de kern Hardenberg. Dat is omdat bij de renovatie van de Kastanjehof is besloten dat dat heel kostbaar werd. Zeker gezien het dalende leerlingenaantal en bovendien het feit dat op fietsafstand rondom de kern Hardenberg voldoende andere scholen bereikbaar zijn. Ik hoop dat de vraag daarmee is beantwoord. Dan zou ik nog terugkomen op de motie over de mantelzorg. Voor zover daar nog iets aan toe te voegen is aan wat mijn collega daar net over heeft gezegd. Want natuurlijk delen we de opvatting dat mantelzorg en het beleid, te ontwikkelen beleid voor respijtzorg heel belangrijk is. Ook al zouden we die opvatting niet delen. U heeft ons die opdracht gegeven in het coalitieakkoord. Dus er komt een plan. Maar dat willen we wel, nogmaals, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, zo goed opzetten, ook met de mensen die er verstand van hebben en die er gebruik van gaan maken. En daar zal ook een voorstel bij zitten met de reëel ingeschatte kosten die we dan maken. En die kunnen we nu nog niet maken, vandaar dat dit voorstel voor ligt. Ik zag nog een vraag van mevrouw Meijerink. Ja, dat was het vorige onderwerp net even. Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Over het IAP geeft u aan van de Kastanjehof is gesloten omdat de renovatieduur uitviel. En het teruglopende leerlingaantal, toch was dat leerlingaantal nog best substantieel vergeleken met andere scholen die, waar we blijkbaar nieuw voor gaan bouwen. En die kinderen zijn nu vanuit het centrum naar de Marslanden gegaan. En Marslanden lopen de scholen ook tegen capaciteitsproblemen aan, moeten we weer nieuw bouwen. Dus onze vraag is, nu we weten dat u het IAP toch onderhandeld heeft, is het gesprek nog gaande over weer een school in de kern met de verschillende schoolbesturen. En, want we gaan nu ook weer bouwen, ook voor gezinnen. Dus het lijkt ons heel wenselijk dat elke kern een school krijgt. En ook de kerncentrum doet het echt goed voor de leefbaarheid als we daar een school hebben. En zo benieuwd nu gaat kijken naar die nieuwe leerlingaantallen en de prognoses die toch wat afwijken van het oorspronkelijke IAP. Of u ook gaat kijken, misschien heroverwegen om voor sommige scholen te bouwen die nu wel in het plan staan. Of is dat in beton gegoten en gaat u daar niets aan wijzigen? Dan ga ik even tussenkomen toch, want de vraag die u stelt, die past eigenlijk meer in de ronde die we vorige week gehad hebben. Want die opent nu een nieuw debat. Dus ik weet niet of u daar een heel kort antwoord op kunt geven. Ik kan daar in die zin kort antwoord op geven. Het zou heel leuk zijn om te zeggen dat het IAP in beton gegoten was, want het is tenslotte uw eigen plan. Dus daar gaat u over. Nee, dat is natuurlijk niet in beton gegoten. En wat ook nog wel relevant is, want dan komen we vanzelf een keer bij u terug. Wij laten op dit moment nieuwe prognoses maken, want die anderen zijn alweer een tijdje terug. En die nieuwe prognoses die zijn ook weer het uitgangspunt. Overigens zijn ook die niet in beton gegoten.
Want wat wij hier nog wel eens zien is dat de werkelijkheid zich niks aantrekt van prognoses. Dus dan moet je toch weer aanpassen. Vandaar dat het ook iets is wat elk jaar weer in deze raad terugkomt. Daarmee was ik klaar, voorzitter. Een paar vragen waren gericht aan mijn adres. Allereerst, ik begin even met het punt van de inhuur van externen. Het cijfer is net genoemd, ligt op 21,6. Ik moet zeggen, toch wel wat boeiende discussie. Vorige week moest ik nog verdedigen dat het lastig was voor ons om flexcontracten om te zetten in vaste contracten. En nu is de discussie diametraal. En de beantwoording is eigenlijk vergelijkbaar. We zitten in een periode waarin we de bestuursdienst aan het afbouwen zijn. En dat betekent dat je erg hoog zit met je flex. En dat wordt natuurlijk teruggedrongen naarmate de tijd vordert. Maar dat is wel een punt wat meeweegt. Daarmee zit je hoger dan gebruikelijk. En gebruikelijk heb je natuurlijk altijd flex. Daar waar mensen langdurig ziek zijn, et cetera. Dus je hebt altijd een flex, maar extra hoog deze keer ook al vanwege de ontvlechting, om het zo maar even te noemen. Voorzitter, mag ik uw voorzitter een vraag stellen? Ik kunt iedereen doen. Dus, wat zegt u er eigenlijk mee van, we hebben geen behoefte aan deskundigheid, maar we hebben gewoon, we kunnen even op het moment de mensen die we aan zouden willen nemen niet een vast contract of een contract aanbieden? Ja, dat is datgene wat ik vorige week genoemd heb. Dat de flexwerkers, de payroll mensen, dat die niet een direct vast contract zouden kunnen krijgen. Dat we kijken daar waar het mogelijk is om die payroll constructies om te zetten in flexibele contracten. Maar dat we natuurlijk in de overgangsfase zitten waarbij er nog het nodige werk is te verrichten om een antwoord te geven. Organisatie in te richten op de ontvlechting vanuit de bestuursdienst. Nog één aanvullende vraag, voorzitter, aan u. Want we kregen in Svenen wel eens wat KPI's van hoe de organisatie eruit zag in vergelijking tot andere gemeentes. En daar zaten we opgeteld tussen eigen medewerkers en flex behoorlijk hoog. Maar ik hoorde u nu zeggen van nou, als we klaar zijn met deze operatie, dan kunt u ons vergelijken met een gerust hart qua personele bezetting afgezet tegen 1000 inwoners, is het volgens mij in die KPI's. Dan zitten we heel normaal in de percentages. Ja, dan loopt u net even iets snel wat mij betreft. Maar laten we daar een keer over hebben als het onderwerp uitgebreider aan de orde is. Maar het streven is natuurlijk om de organisatie weer in balans te krijgen na de ontvlechting met Ommen. Daar komt het gewoon op neer. Dus daar horen deze indicatoren bij. Hoe die precies zijn en hoe die precies een beslag kunnen krijgen, dat is weer een andere vraag. Maar het gaat erom dat we nu dus in een situatie zijn waar we nog niet zover zijn. Ziekteverzuim werd niet genoemd, maar ik begreep wel dat dat een cijfer is wat ook gewisseld wordt. Dat ligt een gemiddelde van 6% nu bij ons. U pleit voor een fantastisch team. Nou, ik moet zeggen, de eerste maand hier voel ik dat ook als zodanig. Een organisatie met veel passie, mensen die ervoor gaan. En maar inderdaad wel met het nodige nog aan historie die zijn bedding moet gaan vinden in een nieuwe periode. Ik kom met AZC, daar is een opmerking over gemaakt wat betreft de criminaliteitscijfers. Ik kan niet zeggen dat die per se hoger liggen dan in het verleden, maar er zijn wel een paar incidenten geweest die onze aandacht zeer vragen. En ik moet zeggen, dat is iets wat wij al in gang gezet hadden. We hebben op basis van de bestuursovereenkomst die er is, gevraagd om de beveiliging op te schroeven van standaard 3 naar 4. En dat is een akkoord vanuit de hoek van het COA. En we hebben ook aangegeven dat ons betreft de bovengrens van 700 niet gepasseerd mag worden. En u weet, er is een discussie gaande op het ogenblik, omdat het COA te maken heeft met een hoge instroom en een moeilijke doorstroom. En daarvan hebben wij gezegd, nou ja, ook gelet de aard van de accommodatie. Je moet ook enige ruimte hebben om te kunnen spelen met de ruimte, om het zo maar even te noemen. We houden het op die 700. Daarna de jeugdwerkers, om maar even te noemen, met een amendement wat er ligt. Ik heb daar vorige week een betoog over gehouden, over de wijze waarop het nu aangepakt wordt met de criminele groep waar veel repressie op zit. En waar natuurlijk, waarbij u vroeg van ja, mag je eerst een plan of ga je nu aan het werk? Nee, mevrouw Ruske, nee, mevrouw Plukhorst, we zijn aan het werk om te kijken of we die criminaliteit kunnen aanpakken en dat gaat er gebeuren. Politie, wat wel in de verf gezet moet worden, is die jeugdcomponent die er aan vast zit. En de strekking van uw motie, van uw amendement, die onderschrijven wij. Er zitten wel een paar vragen aan vast. Die zie je ook weer eigenlijk terugkomen in de discussie die we net hadden. Dat is,
als je op een gegeven moment gaat kijken hoe je zo'n inzet moet borgen, dan moet je helderheid hebben met het geld wat je in gaat zetten. Incidenteel, maar ook juist ook structureel over de criteria die je hebt en de dekking die je daarin vindt. En wellicht kunnen we de schorsing die we zo ingaan eens even gebruiken hoe we daar tot een fine-tune kunnen komen. Ik denk dat over het principe we het eens zijn. Het is van belang om die aansluiting van straathoekwerk, et cetera, aan het preventiewerk, et cetera, op een goede manier te regelen. En dat we daar ook aan de gang gaan, dat is gewoon helder. Dus misschien dat we daar in de pauze eens even naar kunnen kijken naar de redactie van dat deel van uw amendement. Verder waren geen vragen op mijn terrein. Ik weet niet of er alsnog vragen zijn. Dus niet, dan stel ik voor dat we, het is mooi 6 uur, dat we gaan schorsen voor een maaltijd. Ik weet niet hoe lang dat gebruikelijk is. Is dat 3 kwartier? Om 7 uur. Dan zien we elkaar weer hier om 7 uur. Ik wens u een goede maaltijd. Goed, dames en heren, het is 7 uur geweest. We hebben het afgelopen uur vruchtbaar besteed op allerlei manieren. De heer Rodemond, welkom. U heeft het eerste gedeelte gemist, maar u valt midden in discussie over de besluitvorming. Wat dat betreft precies op tijd. De tussentijd is benut om eens goed te kijken naar de moties en amendementen. En ik wil eigenlijk voorstellen om de discussie hiertoe te beperken, hiertoe te richten. Is dat akkoord wat u betreft? Ja, dan gaan we ons daarop, richten. Mooi, dan hebben we een amendement 1. Moet ik even kijken met mijn boekhouding of die nog klopt. Ja, ik heb al heel weg gehoord ondertussen. Dat is het amendement over de mantelzorg, zo maar even te noemen. Dat is ongewijzigd nog. Ja, op basis van de discussie met het college hebben we nog overwogen om de volledige bezuiniging terug te draaien. Maar om ze toch tegemoet te komen willen we de helft doen vanwege de uitdagingen die we nog zien. Dat is een royaal gebaar. Maar dat betekent dat het amendement blijft zoals het is. Ja. Amendement 2, daar kunnen we dat niet helemaal van zeggen. Mevrouw Kloekhorst. Wij hebben even gesproken in de pauze met alle mede-indieners en ook even met de portefeuillehouders. Om te kijken van nou, hoe kunnen we dit nu gaan omschrijven met de dekking. En we hebben een wijziging gemaakt in het besluit waarvan we punt 3 de tekst hebben aangepast en een 4e bullet hebben toegevoegd. Ik zal het dictum even oplezen. Ja. En dan begin ik gewoon bij punt 3 en ik lees niet het hele dictum weer voor. Dan wordt het de tekst bij bullet nummer 3. De beschikbaar gestelde middelen van €75.000 voor de inzet van jongerenwerk in 2020 worden structureel gedekt in de begroting. Punt. En vervolgens een 4e bullet. Het college op te dragen om voor de eerste BRAP 2020 met een plan van aanpak inclusief financiële vertaling te komen. Heeft iedereen mee gekregen? Ja. Dan maakt die gewijzigd onderuit van de onderuit van de beraadslaging. De moties. We hebben een motie over de gehandicapte parkeerkaart. Kijk of die nog gebleven is zoals die was. Die blijft volgens mij unaniem. Ja. Dan hebben we nog een motie die nog niet ingediend is. Maar die wel aangekondigd is. Maar die moet dan denk ik, als u zegt, ik kan hem indienen, dan moet hij dat doen. Ja, voorzitter, dank. Ik wens inderdaad die motie in te dienen. Dat is de motie over de bushokjes, waarvan ik het dictum zal voordragen. Draagt het college op te onderzoeken of groene bushokjes ook voor Hardenberg een mogelijkheid zijn en de raad hierover te informeren. Breed gesteund onder andere door de 50PLUS-fractie, CDA, ChristenUnie en zoals ik net heb vernomen ook de VVD-fractie. Voorzitter, ik heb uw oproep gehoord alleen over de moties. Ik wens wel even één ding te verduidelijken nog. Ik heb in de eerste termijn iets gezegd over het eindbestek Venen. Nou sta ik ervoor dat als je iets fout had, dat je dat ook moet durven te zeggen. En ik had een stuk verkeerd geïnterpreteerd. En er is geen sprake van het opheffen van enige bufferzones. Waar mijn fractie, mijn schaduwfractie me net heeft gewezen, hoewel niet hier aanwezig.
was het. Zo ziet u hoe handig weer het is digitaal te kunnen communiceren en hoe belangrijk schaduwfracties kunnen zijn. Dag voorzitter, mag ik een... We noemen deze motie nummer 3. Voorzitter, mag ik een kleine aanvulling doen? Ja. Wij dienen ook graag de motie van de bushokjes mee in. Ja. Mijn oprechte excuses, heer Jankas, dat ik u ben vergeten. Goed. Dan missen we nog, ik was er even overheen gesprongen, motie nummer 2, zoals we die genoemd hebben. Ontsluiting bedrijven via de N377 en Kattingenveld. En die ziet er ook anders uit, begrepen, mevrouw Meijering, of niet? Ja, dat klopt. Het dictum is, of eigenlijk is de hele motie aangepast en wordt ingediend ook namens de ChristenUnie en raadsbreed gesteund. Lees graag het dictum. Nou, dat laatste moeten we nog zien, hè? Nou, die toezegging heb ik al gekregen. We dragen het college op de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheid om mee te werken aan een oplossing voor de ontsluiting van de bedrijven langs de N377 via het Kaartingenveld. En 2, uiterlijk voor 1 maart 2020 de raad te informeren over de voortgang. En gaat over tot de orde van de dag. Motie 2 heette deze en zo blijft die heten, mij betreft. Is er nog behoefte uit uw kant om wat heen en weer te praten over de motie en amendement? Of zegt u nou, we snappen het wel, we zijn op de toestemming. Laatst zie ik u eigenlijk non-verbaal wel uiten. Is dat zo? Wat ons betreft wel, voorzitter. Nou, dan ga ik voorstellen dat we, en dat moet eventjes zorgvuldig gebeuren, de zaak in stemming gaan brengen. En dat doen we puntsgewijs. Punten 6, 7, 8, 9 en 10. En dan ga ik ervan uit dat de amendementen en moties dat die betrekking hebben op punt 9. Dat klopt, hè? Daar gaan we stemmen eerst over de amendementen. Ja, valt hier op onder of niet? Die valt op punt 10. Punt 10, ah mooi. De bushokjes die gaan op punt 10. Nee. Oké. Ja. Mantelzorg. Mantelzorg. De rivier die helpt en dat is hard nodig. We beginnen eerst met de tweede bestuursrapportages. Welke fracties zijn daarvoor? We moeten even kijken of we dat netjes doen. De eerste keer ging dat niet helemaal zorgvuldig. Maak het rondje. Wij stemmen voor. ChristenUnie voor. Wij ook. CDA voor. Voor. VVD voor. Het was over voor. Ik zou niet voor de VVD willen spreken, nee. Voorzitter. Ik ben voor van de VVD. Moet het later nog maar blijken. Gelling zit zo pontificaal in het beeldscherm hier, dus vandaar die... Ja. Nee, maar meneer Bosso heeft het goed, de VVD is voor. Die is ook voor. D66? Voor. Op koers? Voor. En dan PvdA? Voor. 50PLUS? Voor. Nou, dan hebben we die afgerond met unanieme stemmen. De tweede BRAP. Dan punt 7, de nota grondexploitatie 2020. ChristenUnie, voor. CDA, voor. De Boshoven, voor. Voor. Voor, ik zie allemaal knikken, dat is een soort algemene stemmen hier. Kijk, dat schiet op. Punt 8, nota grondbeleid. Ja, voor een hele korte stemverklaring dat wij nog wel graag door het college zouden willen worden meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen voordat wij het raadsvoorstel krijgen voor de eerste bestuursrapportage. Waarvan akte. Dan CDA. Gewoon voor. 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 Voor links, VVD. D66. Voor. Voor. Koers. Voor. Voor. Dan... Het hoofdgerecht, de begroting 2020. En dan beginnen we met amendement 1, denk ik, hè? Ah, je hebt gelijk, ja. Heel goed, die hadden we net al geparkeerd. Amendement 2, dat is het amendement jongerenwerk waar we het net uitvoerig over gehad hebben. We kijken of het behoefte is een stemverklaring, dan lopen we dat gewoon even rond. Ik zie 1 PVD stemverklaring.
Heer Gelling. Voorzitter, VVD zal tegen dit amendement stemmen. In het algemeen omdat wij tegen de begroting gaan stemmen. En lijkt het ook kies om tegen amendementen te gaan stemmen. Waarbij opgemerkte zaken dit amendement dat we de strekking daarvan niet onsympathiek vinden. In algemene zin kunt u best tegen een gedeelte van de voor de begroting stemmen in totaal tegen. Dat bent u volstrekt vrij in. Ja, zou kunnen, voorzitter, maar we kunnen niet aanpraten, dan vinden we dat wat onzuiver om het geheel af te wijzen en wel op deelgebieden daar onze instemming te geven. Ja. Goed, dan gaan we het amendement ter stemming brengen. ChristenUnie. Wij zijn mede-indieners. Ja, ik was voor. Dat geldt voor ons ook. Dat geldt voor ons ook. GroenLinks. Tegen. Voor. Mede-indiener, dus voor. Voor. Hartstikke voor. Voor. Dan komen we bij de moties. Je hebt gelijk, ja. Zonder G4 zou het allemaal een stuk minder zuiver gaan, dankjewel. Dan stemmen we nu voor de begroting, over de begroting. Wie zijn er voor? Voor. Ja, voor. Gewoon links voor. Tegen. Tegen. Voor. 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 Dan is daartoe besloten met de fractie van de VVD. Tegen. Dan de moties. Motie 1. En dat is die van de gehandicapte parkeerkaart. Voor. 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 VVD. Voor. 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 En voor. Dan is hij met algemene stemmen aanvaard. Dan komen we bij de motie over de N377 in Kattingerveld. Ik doe weer het rondje. ChristenUnie, voor. Voor. Voor links. Voor. D66 voor. Dat is weer met algemene stemmen. Dan hebben we de moties gehad. Maar die komt zo terug, toch? Motie 3, even kijken. Oh, de bushokjes, ja. Neem ik waar. Die is... Motie 3 met betrekking tot de bushokjes. ChristenUnie. Voor. 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 Indiener, ja. Zeer voor. Baas me niet. Voor. D66. Voor. Tegen. Tegen. Voor. Voor. Dan is deze aangenomen met op koers tegen. Dan brengt ons dat bij punt 10. En die brengen we eerst in stemming en dan ligt er een motie. Is het amendement? Mag ik u eens vragen naar een van de vergaderorde? Ja, mis ik nu het amendement van de ChristenUnie ten zake de mantelzorg? Nee, dat komt nu. Oh, die komt nu. Oh, dan willen wij graag tegenstemmen namelijk. Vandaag. Ja. Ik kan jullie dat niet onthouden hoor, dat... Dat snap ik u altijd. Nee, dat u niet denkt dat er tussendoor... Ik dat u ons die kans niet ontneemt hier vanavond. Nee, het zou heel veel zijn als u achteraf meldt dat u eerst voorgestemd dat wat u eigenlijk tegen had moeten zijn. Dat is, Het angstveld brak mij uit. Ja. Nou, dan gaan we dat doen. We beginnen met het abonnement. Dat is het abonnement over de mantelzorg. ChristenUnie voor, CDA voor. Wij stemmen graag voor. Ja. Voor. Ik zou nog graag een kleine stemverklaring uit willen geven. Want ook hier zijn wij om onze principiële redenen zo wij tegenstemmen. Maar anders dan het vorige amendement zijn wij ook hier inhoudelijk niet mee in overeenstemming. Kijk, dat is er nog een extra argument. D66. Voor. Voor. Koers voor. 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 Dan is ook dat aanvaard met tegenstem van de VVD. En dan brengen wij het voorstel zelf. Instemming, voorstel 10 is dat. Afronding begroting 2020. Ook daar weer het rondje. ChristenUnie. Voor. CDA. Voor. GroenLinks. Voor. VVD. Ja, tegen. D66. Voor. Op koers. Voor. PvdA. Voor. En vijf voor. Goed. Dan mag ik u complimenteren, want u heeft zojuist een omvangrijke exercitie achter de rug, namelijk alle jaarstukken die betrekking hebben op het jaar 2020, voor zover ze nu zijn. Begroting 2020, akkoord.
Ik wil nog eventjes, ik denk ook namens u, mijn dank uitspreken in de richting van het ambtelijk apparaat. Dat is een rot woord, maar in ieder geval de ambtenaren die ons terzijde gestaan hebben, die de voorstellen geschreven hebben, die daar ook in de warme zomermaanden in dit gebouw, voorzien van goede airco weliswaar, maar toch enorm veel effort gestoken hebben, veel tijd gestoken hebben in het schrijven van die begroting. En uw dank wil ik overbrengen, morgen met een stukje cake, iets bij de koffie. En met name daar waar u ook erg positief was over de wijze waarop we de korte versie gemaakt hebben en de infographic. Ik zie allemaal uw instemming op dat punt. We komen bij het rapport van de Rekenkamercommissie. Mevrouw Jollesma, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk had hier mevrouw Aljona Wetheim moeten staan, de voorzitter van de Rekenkamer, maar ze heeft zich helaas vandaag ziek gemeld. Dit rapport wat nou voor ligt is het eerste rapport van de Rekenkamer in een nieuwe samenstelling. En die Rekenkamercommissie is samengesteld, daar zitten in Gijs Schuurman, Mirjam Klok, Eddie Gezink en Bas Kuipers en ik. En wat we eigenlijk hebben gedaan is ons eerst buigen vorig jaar toen wij geïnstalleerd werden van waar gaan we ons mee bezighouden. Nou, het voordeel van zo'n rekenkamercommissie is, het is eigenlijk de leukste commissie van de raad vinden wij allemaal. Want we zijn het altijd met elkaar eens. We bedrijven geen politiek. Dus we hadden heel snel dat onderwerp klaar waar we het over wilden hebben. En dat was de jeugdhulp. Waar wij dan ons vooral over buigen is de vraagstelling die wij stellen. Het onderzoek zelf. Wordt uitbesteed aan een onderzoeksgroep. Dat was in dit geval, heette die iets van Focus. Wat was het ook alweer? Zorgfocus. Die hebben het onderzoek uitgevoerd. We hebben het eindrapport weer besproken. Dat ligt nu bij jullie. Dan kan je zo'n eindrapport op verschillende manieren bespreken. Je kan nog eens die vraagstellingen en de aanbevelingen en weet ik wat allemaal nog eens herhalen. We hebben eigenlijk gedacht, laten we het heel kort houden. Een aantal mensen hebben we daar ook al op aangesproken van wij willen heel graag snel naar huis. Want we dachten, wat staat er nou eigenlijk in het rapport? Want het nadeel van soms van een rapport, vooral als het een mooi rapport is, dat je het leest, dat je het weer in de laten legt. En zelfs, nou ja, dat zie je terug, het college die omarmt het rapport. Maar dan is natuurlijk de kunst van, gaat er ook iets met dat rapport gebeuren? Wat hebben zij nou gedaan? Wij hebben hun gevraagd van, help ons nou alsjeblieft als raad, want de rekenkamer die is van de gemeenteraad, om inzicht te krijgen van, hoe zit het nou met de jeugdhulp? En wij hebben dat, en wij vonden dat zelf eigenlijk wel een mooie term. Nou, de gemeente en de wethouder en de ambtenaren vonden het geloof ik wat minder. Maar help ons met het openen van die black box van de jeugdhulp. En daar zitten wij niet alleen mee als gemeenteraad van Harreberg. Ik was afgelopen zaterdag bij de dag van de raad. Zijn raad op zaterdag, sessie jeugdhulp. En toen ik het woord black box noemde, knikten al die raadsleden van alle gemeenten die daar aanwezig zaten. Want die zitten allemaal met hetzelfde probleem. Hoe krijg je nou vat op wat er is gebeurd in de jeugdhulp? Nou, wat ik dus heb gedaan, en ik weet niet of jullie het allemaal kunnen lezen, maar de grootste paragrafen staan er eigenlijk in. Hoe kun je nou wat zij zeggen in dat rapport, hoe kan je dat nou simpel samenvatten van wat ze nou eigenlijk willen? Hoe kun je die black box, hoe kan je die openen? Zij hebben daarbij een onderscheid gemaakt tussen input, tussen throughput, tussen output en tussen outcome en een soort context. Ik kreeg daar net al even een vraag over wat betekent nou eigenlijk die context. Die context, dat zijn eigenlijk van een aantal gegevens van onze gemeente. Sommige daarvan die kan je wel beïnvloeden, maar andere zijn veel minder moeilijk te beïnvloeden. Bijvoorbeeld het aantal gezinnen met één oude gezinnen. En je ziet ook in de berekeningen, bijvoorbeeld van de VNG, dat zij kijken van het aantal één oude gezinnen is soms bepalend, een bepalende factor voor hoeveel geld een gemeente besteedt aan de jeugdhulp. Sommige dingen kan je wel beïnvloeden, andere dingen kan je niet beïnvloeden. En dan kom je op dat bovenste rijtje van input, throughput, output, outcome. Nou, wat zij eigenlijk tegen ons zeggen, de onderzoekers, is van bij input is het voor de gemeenteraad vooral van belang om te kijken van wat stroomt er nou eigenlijk. Ik heb het maar in mijn eigen woorden vertaald. En dat zijn natuurlijk die euro's. En eigenlijk, de onderzoeksgroep heeft dat ook gevraagd aan raadsleden. Wat vinden jullie nou van belang wat er met die euro's gebeurt? En dan zegt iedereen, ja,
geef ons een beetje inzicht in waar dat geld wat aan jeugdhulp wordt besteed, waar dat blijft hangen. Gaat dat zitten in bureaucratie? Gaat dat allemaal naar de samendoenteams? Komt dat bij die specialistische hulp? Waar komt dat geld terecht? Als je kijkt naar die troefboet, en ik moet eigenlijk zeggen, toen ik het rapport nog eens goed ging lezen, was dat voor mij wel een eye-opener. Zij zeggen, troefboet gaat voor de gemeenteraad niet zozeer om van welk kind krijgt nou precies welke hulp. Maar voor de gemeenteraad is eigenlijk in die troefboet van belang, wat voor afspraken worden nou eigenlijk gemaakt? Afspraken rond de samendoenteams, hebben wij het in de raad heel vaak over. Afspraken met degenen die moeten doorverwijzen, de huisartsen. Afspraken met de zorgverleners. En ook daar hoort bij dat aspect waar we het ook vaak over hebben, die collectieve preventie. Dus hoe organiseren wij samen in netwerken die zorg? En doen we dat op een verstandige manier? Daarvan heeft de raad eigenlijk ook gezegd, wij vinden het heel erg van belang. Wat is nou de kwaliteit van die zorgaanbieders waar we allemaal contracten mee hebben? Nou, dat ligt niet hier. Dat is een bureau in Zwolle die dat doet. Ook daar willen we als raad inzicht in hebben. Output overgaat, wat levert het op? Dus als je kijkt naar het verschil in context en het verschil in output, gaat het eigenlijk over hoeveel jongeren krijgen nou jeugdhulp? Wat voor soort jeugdhulp krijgen ze? Hoeveel trajecten hebben wij daarvan in onze gemeente? Nou, ik heb daar wat getallen neergezet. Jullie kunnen het vast zeker niet allemaal lezen. Maar ik ben zelfs wat gaan kijken in al die bestanden waarnaar wordt verwezen. In het rapport wordt ook naar een aantal dingen verwezen. En dan blijkt, en dat was eigenlijk wat wij al dachten toen we dat onderzoek gingen begonnen als rekenkamer, heel veel gegevens zijn er al, alleen wij weten ze nog niet goed aan elkaar te koppelen. Dus het blijkt bijvoorbeeld dat het aantal kinderen wat in onze gemeente met verblijf zit, dat het veel groter is dan dat getal tussen haakjes wat in heel Nederland geldt. Dus blijkbaar zijn er veel meer kinderen in gemeente Harderwijk die intramuraal verblijven. Nou, je kunt ook kijken naar dingen als wachttijden, je kunt kijken naar zaken als doorlooptijden. Daar hebben ook raadsleden van gezegd, dat vinden wij belangrijke dingen om te weten. En als je kijkt naar outcome, nou, zijn ook een aantal dingen genoemd. Ervaringen die mensen hebben met de hulp, er zit ook wel een risicofactor achter, want mensen zijn altijd gauw tevreden en hoe ga je dat nou goed meten. En daar zitten die 5 doelen die wij eerder als gemeente al hebben gesteld. Nou lijkt het in zo'n plaatje allemaal heel makkelijk. De kunst is natuurlijk om, als je straks getallen hebt, om met die getallen iets te kunnen doen. En dat is eigenlijk ook wat die onderzoekers zeggen. Die zeggen, ja, kwantiteit is één ding, maar het gaat natuurlijk om het verhaal achter de cijfers. En hoe ga je die cijfers nou interpreteren? Nou, dat gaat je niet lukken als je alleen maar plaatjes en getallen krijgt. Daar moet je over met elkaar in gesprek. Daarvoor geven zij aan van, gebruik daarvoor nou zo'n klankbordgroep sociaal domein die je hebt. Ga nou met elkaar in gesprek, wat zeggen die getallen? Nou, we hebben hier ook wel eens gesprekken, hè. Dan zeggen we van, goh, als we nou meer doen aan jeugdcriminaliteit, iets wat in dat dashboard daar onderaan zit, misschien neemt dan die dure intramurale zorg die wij aan kinderen geven, neemt die misschien wel af. Kan je zo stellen, kan ook iets te simpel zijn. Want kun je dat allemaal beïnvloeden? Wat zijn dat nou voor kinderen die intramurale zorg nodig hebben? Dus de onderzoekers zeggen, ga naar die context die eronder staat en al die getallen die daarbij horen, breng dat 1 keer per jaar in kaart. Ga vervolgens om de 3 maanden kijken wat we nou eigenlijk precies doen in de jeugdhulp. En ga zorgen dat die klankbordgroep daar in het kwartaal een keer met elkaar over in gesprek gaat. Zodat je kwantiteit en kwaliteit met elkaar gaat verbinden. Nou, toen het rapport werd gepresenteerd, toen was het juni. De onderzoekers kwamen al tegen dat de gemeente eigenlijk van alles al aan het doen is. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, nou misschien moeten we met dit rapport ook niet zoveel doen. Want er gebeurt al heel veel. Maar dan zie je dat we eigenlijk de kern steeds voor ons is. Hoe krijgen we die black box nou open? Hoe zorgen wij nou dat wij de bomen door het bos gaan zien? Je kunt wel heel veel informatie hebben. Maar hoe kun je die informatie nou goed bundelen, goed bij elkaar brengen? Zodat we met elkaar zeggen, nou weten wij hoe het met de jeugd in de gemeente Harderwijk gaat. Misschien andere leden van de Rekenkamercommissie die nog iets willen aanvullen over het rapport. Kijk even rond. U heeft een hele mooie samenvatting gegeven. Ik vind het knap in zo'n korte tijd van voorbereiding. Maar het was eigenlijk een hele mooie, heldere samenvatting. Dank je wel. Kijk even terug. Ja? De heer Boshoven. Ja, voorzitter. Ik zit niet, mijn fractie is niet vertegenwoordigd in deze rekenkamercommissie. Maar ik wil wel graag deze plaats even aangrijpen om mijn dank namens mijn fractie uit te spreken aan alle mensen die wel in die rekenkamercommissie zitten. Wij hebben het rapport gelezen en we zijn erg tevreden mee. Dus,
Dank u wel. Dat is fijn te horen. Kijken of er andere reacties zijn. Ik kijk even vanuit de college of een reactie gegeven moet worden. Want de reactie van het college is meegenomen in het rapport in ieder geval. Hè. Is dat voldoende wat u betreft? Ik zie u knikken. Ja. Voorzitter, zouden wij nog mogen reageren? Jazeker. Want mevrouw Joltersma vertelde net ook, hè, want wij zijn ook blij met de uitkomsten van het rapport. En wij begrepen dat de portefeuillehouder de aanbevelingen uit het rapport overneemt. Maar we willen nog wel graag een opmerking maken over punt 3 van de aanbevelingen op het proces. Want daar staat dat de zorg moet zijn voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening voor voldoende ambtelijke prioriteit en capaciteit. En het is wat ons betreft belangrijk dat deze rol gedaan wordt door een bewezen analyticus. Iemand die de vertaalslag kan maken naar wat financieel gezien echt nodig is. Dus dat wilden we heel graag als aanvulling of opmerking meegeven. Dat proef ik als aanbeveling richting college. Andere opmerkingen, aanbevelingen nog buiten wat er in de tekst staat. Dan nemen wij hier kennis van. Ik denk dat formeel dat het onze, we hebben het rapport aangeboden gekregen. We hebben er kennis van genomen. Vraag geen nader besluiting uit onze kant. Akkoord? Dan komen wij een tweetal moties vreemd aan de orde van de dag. Eén is met betrekking tot Natura 2000. De andere is met betrekking tot het IJslands model. Is het een idee om te beginnen met het Natura 2000? Akkoord? Ik denk dat de heer Bak was ingediend die motie, althans aangekondigd namens VVD en CDA. Voorzitter, dank u wel. Afgelopen weekend hebben wij via de pers moeten vernemen dat de vogelbescherming een voornemen heeft om in Overijssel een aantal extra Natura 2000 gebieden te laten aanwijzen. Het gaat om een aantal kleine gebieden in het Twentse, onder andere Lonneke, Lonnekemeer, Landgoed Oldenzaal, maar ook in de gemeente Harderberg. Het gaat om twee forse gebieden, het gaat om Slagharen de Krim. Het gaat om de vloeivelden. Misschien kan aan mijn rechterkant de ruis een beetje minder, want het leidt nogal af in mijn rechteroor. Het gaat om de gebieden in de Krim, met name de vloeivelden. Gebied van totaal 8000 hectare, dus het gaat ergens om. Even voor de beeldvorming, het grootste Natura 2000 gebied in Overijssel. Dus de Wiedeweerde met ruim 10.000 hectare. Maar ook de Reest met ruim 4700 hectare. Daarvan zijn wij geschrokken. Ernstig geschrokken, mede gezien de huidige stikstofcrisis waar we ons in bevinden. En waar voorlopig nog geen oplossing lijkt te zijn. De deskundigen zijn het in ieder geval niet met elkaar eens. De ecologen en de juristen vallen over elkaar heen. Maar bestuurlijk doen we vooral niets. En dat maakt dat we bezorgd zijn. Want volgens mij hebben we op dit moment wel even genoeg Natura 2000 gebieden. En dat is niet omdat we tegen natuur zijn. Helemaal niet, want als ik dan even toespits op de vloeivelden bij de Krim, maar ook de Reest, daar hebben vrijwilligers heel veel inspanning gedaan om een stukje mooie natuur te creëren. En laat de beloning dan niet wet en regelgeving zijn. En laten we dan met elkaar, zoals mijn coalitiegenoot, de heer Gelling vandaag ook al zei, vertrouwen hebben en vertrouwen geven. Want als we dat kunnen, kan er heel veel moois ontstaan. En hoeven we met elkaar niet zo bezorgd te zijn. En dat is de reden waarom we samen met het CDA deze motie indienen. Die ondersteund wordt overigens door de ChristenUnie en Op Koers. Waarvan ik graag het dictum voorlees. Draagt het college op overeenkomstig bovenstaand oordeel te overleggen met de agrarische en bouwsector. Ten einde gezamenlijk het standpunt bij de verantwoordelijke ministeries kenbaar te maken en te verdedigen. Dank u. Vier ondertekenaars, dat zijn de VVD, CDA, ChristenUnie en Op Koers. Ik kijk even of er nog behoefte is aan vragen vanuit andere fracties met name. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. In het betoog van de heer Bak, voorzitter, zegt hij dat we niet zo bezorgd hoeven te zijn.
Nou heb ik misschien andere nieuwsgaring tot mij genomen. Maar het lijkt erop dat ik niet zozeer, maar wel mensen in Nederland erg bezorgd zijn over de effecten van bouw, van industrie, van ook de agrarische sector, maar ook het verkeer, et cetera, op natuurgebieden. Al dan niet met een Natura 2000 status daarop. U noemt twee voor ons als gemeente althans belangrijke natuurgebieden. De Reest inderdaad en vloeivelden nabij de Krim. Die zullen ongetwijfeld ook hinder ondervinden van al datgene wat ik net opzonde. Dan zie je eigenlijk een beetje de botsing tussen cultuur en natuur gaande. En u zegt nu, we hoeven niet zo bezorgd te zijn. Waar stoelt u dan die overtuiging op? Om te voorkomen dat ik niet te diep de inhoud in ga, maar ik wil dan toch met u terug naar het aanwijzingsbesluit van de Natura 2000 gebieden in Nederland. En daar staat in dat habitats en soorten beschermd dienen te worden. En per Natura 2000 gebied is er ook een achtergronddepositie ingesteld hoeveel stikstof er mag uitstralen, laten we dat maar zo zeggen, op die Natura 2000 gebieden. Alleen we weten niet exact hoe dat zit. We hebben de onderbouwing daar nog niet voor. We zitten op dit moment juist in een fase waar we op zoek zijn naar de onderbouwing. Daarom hebben we in Nederland ook zoveel gebiedsprocessen. En daaruit durf ik wel de conclusie te trekken dat we met elkaar heel veel goede maatregelen bedenken. Waarbij duidelijk is dat er heel veel mogelijk is. En dat er ook echt wel economische ontwikkeling mogelijk is. Maar dat we ook nu met elkaar wel in de kramp geschoten zijn. Door een oordeel van de Raad van State. Waarvan ik zeg, laten we met elkaar ons goede verstand gebruiken. Ons boerenverstand gebruiken. Het niet ingewikkelder en complexer maken dan noodzakelijk. Maar in alle daadkracht een besluit nemen in het belang van het algemeen belang. Want dat is volgens mij wat ons te doen staat. De heer Boshoven, ik zag u met uw vinger bij de knop. Nou, voorzitter, dat zal dan schijn zijn geweest. Ik had niet zozeer een vraag. Ik had een stemverklaring willen geven, maar dat kan ook op deze manier, als de heer Bak dat aangenaam vindt. De indieners van deze motie hebben mij überhaupt niet van tevoren gebeld of ik zou steunen. Ik vermoed omdat ze zelf wel konden inschatten dat GroenLinks hier nou niet erg enthousiast van wordt. We houden u niet tegen hoor. Nee, dat geloof ik graag, voorzitter. Maar wij vinden dit, het is net een vraag van de vogelbescherming geweest, zei u volgens mij ook inderdaad, die graag die gebieden tot Natura 2000 vinden. Wij vinden dit heel vroeg. En daarbij zijn dat volgens ons gebieden die best in aanmerking zouden komen van Natura 2000. De heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de motie is nogal speculatief. Zou mogelijk wel eens aangewezen kunnen worden. Nou, in dat geval is er dus eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. En dan vind ik het eigenlijk een beetje prematuur om daar nu al dit op, althans om hier in stemming te gaan brengen. Want we hebben gewoon nog wat meer tijd. En ik zou het dan wel heel fijn vinden om dan ook horen en tegenhoren te kunnen doen. U overvalt ons hier nu mee. Het is vanmiddag opgestuurd. We hebben geen kans gezien om de vogelbescherming te vragen van wat de overwegingen zijn om dit te doen. Gezien juist die hele stikstofproblematiek. Ik snap dat u zegt van ja, goed meten dat is erg moeilijk. Ja, nou in dat geval zou je misschien juist nog wel wat meer moeten doen voor de natuur. Dat kan op dezelfde manier dezelfde overweging zijn. Voorzitter, dus wat dat betreft, hoor en wederhoor lijkt me hier op de plaats. En vandaar dat wij zeggen van nou, nee, daar gaan we niet mee. Voorzitter, mag ik meneer Jonkans een vraag stellen? Vindt u het probleem dat er ligt niet, of de opgave, laat ik het zo zeggen, niet al dusdanig groot dat u misschien nu ook al zou kunnen zeggen van goh, laten we nou eerst ons eens even concentreren op deze opgave die er ligt en voorlopig de opgave niet groter maken dan dat die al is? Ja, over welke opgave heeft u het? Over vanuit natuurperspectief bekeken of vanuit agrarisch perspectief?
Nou, eigenlijk nog wel breder dan dat. Volgens mij heb ik net in mijn algemene beschouwing ook gezegd dat dit het probleem van ons allemaal is. Dat we het ook allemaal moeten willen oplossen. Volgens mij is het dan het handigst om eigenlijk met de situatie zoals die nu is, daar ook beleid op te maken. En niet nog extra Natura 2000 gebieden, waarmee je dus onder andere dus ook boeren, maar ook bouwprojecten mogelijk weer het moeilijk maakt. Terwijl daar ook al ontzettend veel problematiek is. Nou, en we willen dit land ook niet en onze gemeente ook niet platleggen, toch? Nee, het lijkt me heel verstandig om beleid te maken, maar dan moet je wel weten waar je het over hebt. En nu komt deze motie in één keer vanmiddag uit de lucht vallen. En zoals ik al zei, ja, we zouden ook graag willen weten wat de overwegingen van vogelbescherming zijn om dit juist nu aan te zwengelen. 50, voorzitter. Ik zou wel graag willen reageren, voorzitter, op de reactie van de heer Jonkhans. Ja, of neemt u meteen de reactie mee van 50PLUS? Wat is handig? Ja? Mijn voorkeur gaat even uit om toch te reageren op de heer Jonkhans. Hij neemt een stelling in die ik toch een stukje kan onderbouwen. Want uiteraard hebben we nader onderzoek gedaan. Want u geeft aan wat de overwegingen van de vogelbescherming zijn. Nou, de vogelbescherming heeft een plan ingediend bij de Rijksoverheid. En daarbij proberen zij aan te tonen dat er bepaalde soorten in de gebieden die ik net genoemd heb zich ontwikkelen. En dat maakt dat de Rijksoverheid de plicht heeft om dat te onderzoeken. En mochten die soorten daar zijn, hebben ze de plicht om die te beschermen. Dat is waar onze zorg vandaan komt. En de zorg zit hem niet alleen op de economie, maar het zit hem ook echt in de maatschappelijke ontwikkelingen die wij hier in de gemeente Hardenberg willen hebben. Want het kan echt leiden tot de krimp van een regio, omdat je je totaal niet meer kunt ontwikkelen. Dus laten we daar zorgvuldig zijn. Daarmee zeggen we niet, en dat heb ik net ook gezegd, dat we tegen de ontwikkelingen in de gebieden zijn. Maar laten we die gebieden waar nu door vrijwilligheid heel veel gedaan wordt, waar soorten zich inderdaad ontwikkelen, laten we die eens eigen tijds belonen met de aandacht die het verdient, maar niet met wet en regelgeving van de Natura 2000. Maar als ik nu meneer Bak goed beluister, is dus men verplicht om dit te doen, omdat de soorten daar aanleiding voor geven. Dus dan... Dat zou zomaar eens kunnen en daarvan zeggen wij, dat moet veranderen. Dat kan niet de aanleiding zijn om nog meer gebieden in Nederland aan te gaan wijzen. Want we hebben versnipperd in Nederland al 162 gebieden. Dat stelt ons voor een opgave die we nauwelijks aankunnen. Dus laten we daar zorgvuldig in zijn en niet overhaast nu nog meer gebieden aanwijzen. Het lijkt al een beetje dat de tegenaanval de beste verdediging is wat de vogelbescherming op dit moment doet. Maar laat het dat niet zijn. Dankjewel, voorzitter. Dankjewel. Wij zijn eigenlijk wel een beetje verrast van deze motie. Maar ik moet zeggen dat ik er wel heel erg blij mee ben. De afgelopen week heb ik natuurlijk ook wel van alles voorbij zien komen. En ook daar mijn zorgen zeker over geuit van hoe gaat het vervolg eruit zien. We weten zelf ook allemaal wat er op dit moment landelijk gebeurt. Terecht. En we hebben al heel veel Natura 2000 hier in Nederland. En zeker hier in provincie Overijssel. En ook daarbij de gevolgen wat dat voor de mensen eromheen kan hebben. Denk ik van nee. En dan voor meneer Jonkhans het prematuur. Nee, ik vind het juist niet prematuur. Ik vind juist terecht dat we nu een standpunt zetten van even stoppen nu. Eerst een pas op de plaats. Eerst alles in balans. En dan verder. Dank je wel. Dus wij willen hem graag mede indienen. De meeste fracties hebben we gehad. U staat onder de motie. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even een vraag stellen aan de heer Bak als het gaat over de claim dat wij, als wij dit beleid door laten gaan, het aanwijzen van meer natuurgebieden, dat daardoor dus problemen ontstaan voor de economische ontwikkeling, eventjes kort gezegd. Zie ik dat de gebieden die nu worden genoemd, de vloeivelden en de reest, zijn nou niet per definitie die gebieden waar veel ontwikkeling naar de toekomst toe plaatsvindt voor deze gemeente. En dat juist de ontwikkeling waar wij het van zouden moeten hebben, economisch gezien, in ieder geval wat meer centreert rondom Hardenberg en Dedemsvaart. Even los natuurlijk van de agrarische sector, die ik zeker niet wil overslaan. Voorzitter, sorry, maar dat zie ik toch echt anders. Stel, de vloeivelden bij de Krim worden Natura 2000 gebieden. Dan zou bijvoorbeeld het MFA in gevaar kunnen komen. Heeft u dat ervoor over, zou dan mijn vraag zijn. Ik versta, de lichte,
Ik verstond u niet zo goed. Wat kon in gevaar komen? Het MFA, de multifunctionele accommodatie, waar de heer Gelling ook zo enthousiast over is. Mm-hmm. Die zou bijvoorbeeld in gevaar kunnen komen. Mijn vraag zou dan zijn, heeft u dat er voor over? Er ligt een industrieterrein langs het Reestdal. Heeft u dat er voor over als ontwikkelingen daar worden stopgezet? Dat zou dan wel even mijn tegenvraag zijn. Ja, u stelt een tegenvraag op een vraag die ik nog niet heb gesteld. Dus dat vind ik wel een bijzondere. Ik wil eigenlijk alleen maar kijken naar waar de claim vandaan komt dat wij een krimpgebied gaan worden door deze ontwikkeling. Het aanwijzen van een natuurgebied. Maar misschien heeft de heer Van der Wel die vraag al beantwoord. Maar heeft u ook daarvoor wat hardere aanwijzingen dan alleen maar wat gevoel wat dat betreft? Nou goed, ik kan. Het is wat de heer Van der Wel aangeeft, is zeker geen gevoel. Zoals het er nu voor staat, moet je voor elke activiteit die je uitvoert een ecologische toets laten doen. Dat remt economische ontwikkeling enorm. Dat betekent dat als je in de Krim woont bijvoorbeeld, of in Slagharen woont, dat als je je dakkapel op je woning wilt laten zetten, dat je een ecologische toets moet gaan doen, alvorens dat zou mogen. En dan zijn we met elkaar wel heel ver bij een oplossing vandaan. Dat betekent iets voor bedrijvigheid, dat betekent iets voor de agrarische sector, want gemeente Hardenberg heeft een aantal landbouwontwikkelgebieden. Nou, die zitten nu net rondom de Krim. Achter het Reestdal zitten ook nog een aantal landbouwontwikkelgebieden. Die zet je in één keer op slot. Dus de agrarische sector gaat in de gebieden waar nu juist ontwikkelruimte geboden wordt, gaat op slot. De kernen kunnen niet meer uitbreiden. Activiteiten kunnen niet meer plaatsvinden. Want overal zal een natuurbeschermingswet voor aangevraagd moeten worden. Dus het heeft nogal een beetje impact. En dat zie je rondom bestaande Natura 2000 gebieden ook. Dus nou, daar hebben we wel rekening mee te houden. Ik heb het gevoel, leden van de raad, dat langs de meeste argumenten gewisseld zijn. En ik krijg ook de indruk dat we elkaar niet helemaal overtuigen van elkaars standpunt. En wat dat betreft is het misschien goed om tot stemming over te gaan. Zij het dan dat er één of twee fracties een soort voorstel van orde hadden. Waarin we zeiden, het college mag ook nog reageren uiteraard. Neem niet kwalijk. Voorzitter, orde hadden, dat wil ik even eerst voorleggen van, om aan te houden tot meer duidelijkheid is. Dat is het voorstel van orde wat vanuit diverse fracties gedaan is. Is dat voor de indieners een argument om te zeggen, we houden hem nog even aan? Of zeggen we willen hem toch in stemming gaan brengen zo? Nou, ik zou niet weten waarom we hem niet zouden indienen. Nou, nee. Dan gaan we hem zo in stemming brengen. Maar voor die tijd krijgt het college de ruimte om daarop te reageren. Ik dacht dat ik niet zo heel klein was, maar ik voel me een heel klein mannetje als ik hier achter sta. Maar voorzitter, wij snappen die terughoudendheid heel goed. De consequenties zijn nog heel moeilijk in beeld te brengen. En wij snappen de terughoudendheid om nu nog extra Natura 2000 gebieden in deze fase aan te wijzen dan ook. Dus dat delen wij ook. In die zin zou ik ook zeggen, willen we die aan de raad overdragen, zeg maar, om erop te reageren. En overigens om de tegenstelling, wij onderkennen ook de waarde best wel van die natuurgebieden die daar zijn. Ondanks of dankzij, zeg maar, dat het nu nog geen status heeft. Dus laten we nou niet doen alsof het wel of niet belangrijk is of de waarde van die natuurgebieden. Het gaat erover of je er Natura 2000 gebieden van gaat maken in de hele discussie waar we momenteel zitten. Dus dat lijkt mij nog, dat lijkt ons als college in ieder geval ook goed om daar terughoudend in te zijn. En dat geluid dat zullen wij ook wel willen doorgeven waar u nu oproept. Dus dat even namens het college, voorzitter. Ik proef, als je dat in termen vertaalt, dat je kunt vinden in de strekking van deze motie. Ja. Dan ga ik hem in stemming brengen met uw welnemen. Voorzitter. Nog stemverklaringen? Ja, graag, als dat mag. De heer Stelpstra. Ja, de fractie van de ChristenUnie die hecht er waarde aan om te benoemen dat het woordje momenteel voor ons een belangrijke overweging is in het steunen van deze motie. Wel geeft ons fractielid uit Slagharen aan dat ze de ontwikkeling daar lokaal een zeer warm hart toedraagt en van daaruit enige moeite daarmee heeft. Kijk rond of er verder stemverklaringen zijn. Nee, dat is niet zo. Dan is de vraag, wie is er voor deze motie? Fractie van ChristenUnie, wie is voor? CDA is voor, uiteraard. VVD is voor, uiteraard. D66, de GroenLinks neem ik niet kwalijk. Tegen. VVD is voor, D66. Tegen. Tegen. Voor. Tegen. Tegen. Dat is een duidelijk tegen. Als laatste, 50 plus. Voor. Voor, PvdA-tekenaar. Dan hebben we deze motie vastgesteld, deze uitspraak.
Dan de tweede motie, die gaat over het IJslands model. En dat heeft te maken met alcoholhoudende dranken. Meneer Schuurman, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben hier gezamenlijk eigenlijk ingestemd met het IJslands model. Wij zijn als fractie dan ook van overtuigd dat ook de gemeente in dit IJslands model een goed voorbeeld moet geven door in dit huis geen alcoholhoudende dranken meer te schenken. Wij dragen dan ook een college op om vanaf 1 januari 2020 in dit huis geen alcoholhoudende dranken meer te schenken. Helder. Ik kijk even rond. Leidt dit tot vragen? Dan kijk ik even de reis de andere kant rond. CDA steekt de vinger omhoog. De heer Van der Wel. Voorzitter, nou, eigenlijk zou mijn belangrijkste vraag zijn, welk probleem lossen we hiermee op? We hebben wel een voorbeeldfunctie, denk ik. Ja, maar hoe vaak... loopt hier de borrel uit de hand. Volgens mij drinken we na afloop met elkaar een wijntje. Hebben we een debat met elkaar gehad. Is het ook ontzettend goed om eventjes in een informele setting, waar gewoon een drankje bij hoort volgens mij, om het debat nog eens eventjes met elkaar na te bespreken. En dat loopt volgens mij nooit uit de hand. Het is 1 of 2 wijntjes of wat dan ook. En dan gaan we naar huis. Dus ik zie eerlijk gezegd niet het probleem wat we oplossen. Nou, ik vind dus, je kunt ook naar de tijd zelfs met een kop koffie met elkaar in discussie gaan. Dat hoeft niet per se met alcohol in de deur, lijkt mij. En ik vind, je hebt een voorbeeldfunctie als gemeente. Je neemt een IJslands model aan. Je wilt de jongeren wel van de alcohol af en de ouderen laat maar gaan. Maar voorzitter, gaat u dan ook sportverenigingen droogleggen? Gaat u dan ook andere openbare plekken van de gemeente droogleggen? Want dat is dan natuurlijk eventjes de vraag. Hoe ver gaat het dan als we een voorbeeldfunctie hebben met elkaar? Dat kunnen we in dit huis nog een keer aan de orde stellen. Voorzitter. De heer Boshoven, ik loop even het rijtje langs. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Op zich dank aan de fractie van 50PLUS voor deze motie. Want het is op zich goed dat er even aandacht komt voor de voorbeeldfunctie die wij hebben als raadsleden. Maar aansluitend bij wat de heer Van der Wel ook al zei. Vindt GroenLinks het ook wel goed om te laten zien dat als je een middel hebt, zoals alcohol, dat je daar dan ook verantwoordelijk mee kunt omgaan. Dus daarom zien wij niet meteen een reden om het te verbieden. En voorzitter, daarnaast vinden wij ook, wij hebben hier regelmatig groepen insprekers en belanghebbenden in dit huis die zich hard hebben ingezet voor iets wat zij belangrijk vinden, dan vinden wij het niet aan ons om hun dan dat biertje of dat wijntje na afloop te ontzeggen. Voorzitter, zoals gezegd, goed dat er aandacht is voor de voorbeeldfunctie. Goed dat er aandacht is dat we verantwoordelijk omgaan met alcohol, maar verbieden vinden wij een stap te ver. Dank u wel. Ik dacht dat ik de heer Bak zag worden. Klopt. Ik moet zeggen dat de heer Boshoven zo ongeveer de woorden uit de mond neemt. Ik wilde ook iets zeggen over de gastvrijheid. Maar ook dat we met elkaar volgens mij heel verantwoordelijk hier binnen dit huis omgaan met alcohol. Maar ik wil ook de heer Schuurman ook wat de tegenvraag stellen of hij vindt dat wij onverantwoord met drank in dit huis omgaan. En dat wij, zijn wij voldoende voorbeeld voor onze omgeving. Want ik denk dat we dat zijn en ik hoop dat u dat met mij deelt. Meneer Bach, ik denk niet dat u in deze motie stond dat we onverantwoord bezig waren. Ik heb alleen gezegd, namens de fractie van 50PLUS, we hebben een voorbeeldfunctie. En ik heb niemand veroordeeld om wel of niet. Het kan ook zijn, geniet met mate. Nou, daar kun je verschillende van inzicht over hebben natuurlijk. Maar voorzitter, ik zou toch graag wel van de heer Schuurman nog horen of hij het met mijn stelling eens is, dat je juist ook een voorbeeld kunt zijn als je een middel hebt en er verstandig mee omgaat. Ik vind wanneer je de jeugd van de alcohol af wilde hebben via het IJslands model, dan moet je zelf dat voorbeeld geven. En hetzelfde bezoek. Niet, absoluut niet doen in het openbaar. De heer Stelpstra zie ik nog. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het ook een zeer sympathieke motie. En we hebben inderdaad een voorbeeldfunctie.
Wel vinden wij een totale drooglegging van dit gemeentehuis te ver gaan. Er zijn ontzettend goede initiatieven, zoals Ik Pas, waarbinnen je 40 dagen geen alcohol nuttigt. En we denken dat we daarmee ook voldoende een voorbeeldfunctie kunnen geven. Dus wij zullen om die reden de motie niet steunen. Maar we vinden het wel goed dat u deze discussie hier aanzwengelt. Hè, en het is ook prima om daar op een later moment nog eens verder met elkaar over te praten. En soms heb je wat meer tijd nodig om het doel te bereiken. Ik kijk even rond of er meer fracties zijn die hierover het woord willen. Ja, voorzitter, mag ik de heer Zelfs nog even een vraag stellen? Want ik proef toch een beetje dat, dat u sympathie voelt. Ja? Ik kijk even of er andere fracties zijn die nog niet aan het woord zijn geweest. Oh, sorry. Nee, dan komt u terug. Dank u wel, voorzitter. Nee, het klinkt een beetje alsof u toch wel een heel sympathiek plan vindt. Nou, kijk, om heel eerlijk te zijn, wij hebben ons ook altijd hard gemaakt voor een alcoholmatigingsconsulent in de gemeente. We zijn ook voor een terughoudend beleid ten aanzien van alcoholgebruik in sportkantines, dat soort zaken. Hè. Dus alles bij elkaar vinden we dit onderwerp wel een thema om hier bewust met elkaar over in gesprek te gaan en ook te weten welke rol je neemt. En ik kan me ook voorstellen dat daarmee het gemeentehuis ook een bepaalde positie heeft in dat debat. Hè. Maar ja, het is denk ik nu te kort door de bocht om nu te zeggen van nou, we gaan deze motie even zo met elkaar instemmen. We doen een hele hoop dingen en wij vinden het heel goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ik kijk even rond of het debat voldoende gevoerd heeft om te komen tot een besluit. Mag ik nog één vraag stellen, voorzitter? Ja, dat mag. Betekent dat dan dat u eigenlijk de heer Schuurman uitnodigt om een initiatiefvoorstel in te dienen om alsnog hier wat uitgebreider over te kunnen spreken? Nou, laten we eerst eens samen een biertje gaan drinken en dan kunnen we erover verder praten. Voor mij wordt het hoog tijd dat we gaan stemmen. Ik ga ervan uit dat u een stemming wilt brengen, misschien wel. Ja. Wie is er voor deze motie? Fractie van ChristenUnie? Tegen? 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 Voorzitter, een kleine stemverklaring. Kleine stemverklaring. Ik wilde niet een hele discussie opnieuw aanzwengelen, hoor, maar ik wilde me graag aansluiten bij de woorden van de heer Boshoven. En daarmee stem ik dus ook tegen deze motie. Dat is deze motie niet aanvaard. We komen bij de hamerstukken. En ik kijk even eerst rond of er bij een van deze stukken nog een stemverklaring is. Nee, dat zie ik niet. Dan breng ik als eerste stemming het pakje kansfonds. Fractie van ChristenUnie. CDA. Kijk even rond, allemaal voor, nog steeds. En de vierde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsseland. Ook geen stemverklaringen en iedereen voor. En vervolgens de lijst van de ingekomen stukken. Daar is ook iedereen voor. Rest ons de rondvraag. Ik ga even linksom deze keer. Ik ben bij D66 inmiddels. Bij het CDA, bij de ChristenUnie. Dan sluit ik deze vergadering onder dankzegging en onder compliment dat u de vergaderorde zo goed heeft nageleefd.